Ik ben dus Brenno de Winter, lid van HEC 42, de Hackerspace in Arnhem. En journalist van beroep, nog wel eens bezig met beveiliging en privacy. En iets meer dan een jaar geleden heb ik ooit eens een oproep gedaan dat het tijd werd dat hackerspaces en hackers zich meer gingen uiten en lieten zien waarom dingen soms niet helemaal goed gaan. Aanleiding was toen de manier waarop werd omgesprongen met WikiLeaks. En toen heb ik gezegd dat voor mij het was no more Mr. Nice Guy. Op dat moment wist ik al dat ik een kleine maand later zou gaan reizen op gekraakte overchipkaarten. Om daarmee te laten zien dat we nou zoveel jaar zijn voorgelogen, 3 miljard euro verder zijn. En dat alles wat wordt beloofd gewoon niet waar was. Nou, wat was er niet waar? Je kon die kaart wel eenvoudig kraken. Hij werd niet geblokkeerd na 24 uur. En als die toch geblokkeerd werd, dan kon je hem zelf deblokkeren. Dat werd het begin van een best wel bizar jaar. Met de strafzaak en alles erop en eraan. En uiteindelijk ook met een zaak die ook gewoon heel schokkend was. DigiNotar. Waarbij voor het eerst ook duidelijk werd dat niet alleen, weet je, dat een hack vervelend is en dat dat gevolgen kan hebben. Maar dat er mensen in andere landen ook daadwerkelijk naar het leven kunnen worden gestaan. Dat het opeens mogelijk is dat mensen in Iran denken dat ze veilig bij Google zijn. En ondertussen dus zaken doen via hun eigen overheid die ze juist proberen te mijden. Nou, je kunt nooit zeggen van Pietje, Jantje of Klaasje. Ze zullen waarschijnlijk in Iran net iets anders heten. Maar dat die om het leven zijn gekomen door deze hack. Alleen het is wel zeer waarschijnlijk en aannemelijk. En het aantal arrestaties schijnt volgens dissidenten inderdaad te zijn toegenomen in de periode. Nou, schokkend daarbij was de sfeer van laten we dingen maar geheim houden. Als in juni al wordt ontdekt dat er iets niet in, of in juni wordt ingebroken en in juli wordt ontdekt dat die inbraak heeft plaatsgevonden en je komt erachter dat 300.000 mensen zijn getroffen, dan had elk weldenkend mens op een gegeven moment alarm geslagen. Niet de mensen bij DigiNotar. Dat moest uiteindelijk vanuit Iran zelf worden ontdekt en op die manier naar buiten komen. Dat was toch wel vrij schokkend. Verhaal volgde op verhaal en op een gegeven moment in de nacht van 2 op 3 september was het duidelijk dat DigiNotar niet meer ging overleven en is iets gebeurd wat sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet meer was gebeurd. Er is namelijk tijdelijk een bedrijf genationaliseerd. En ook nog wel op zo'n manier dat niets is betaald, het bedrijf is overgenomen en nadat er noodzakelijke handelingen waren gebeurd, werd dat bedrijf eigenlijk gedumpt en ging failliet. Zoiets hebben wij, denk ik, in West-Europa nog nooit gezien. Dit was uniek. En dat voor een beveiligingsincident. Opeens gaat het ergens over. En dan word je uitgenodigd bij een hoorzitting. En tijdens het horen vraagt een van de Kamerleden of dit incident niet gewoon een incident is. En niks meer dan dat. En dat het verder allemaal wel meeviel. Mensen die vaak in dit soort spaces komen. Mensen die IT-journalistiek doen, er zit een collega, Joost Schellevis, daar van me. Die is van het collega publicatie Tweakers. Wij krijgen continu tips. Dat gaat gewoon echt week in, week uit, elke keer door. En dat zijn elke keer tips waarbij wij journalistieke keuzes moeten maken van nou, dit is niet spannend of dit is heel spannend. En waarbij niet spannend niet betekent dat er niks aan de hand is. Hè. Dat betekent dat het lek niet zo groot is dat het publicatiewaardig is. Maar dat betekent dus dat in stilte nog heel wat lekker de revue passeren. En voor zo'n Kamerlid is het kennelijk dus nooit doorgedrongen dat dit al 10 jaar aan de gang is. En dat er hackers zijn geweest die al 30 jaar geleden voor dit soort situaties hebben gewaarschuwd. Dus werd het tijd om er eens een strik omheen te doen. Je pakt elke dag een lek in 1 maand lang. En je noemt dan oktober lektober. Dat andere naampje geeft opeens aan dat er een bepaalde urgentie is. En ik heb er een paar leuke dingen bij gedaan. Een van de zaken die ik heb beloofd. Goedemiddag. Een van de zaken die ik heb beloofd is dat ze niet op zaterdag en op zondag met lekken zouden komen. Omdat veel natuurlijk overheidsgerelateerd zouden zijn. En overheidsgerelateerde lekken die zaterdag en zondag dan werken ambtenaren niet. Afijn. We hadden nog een paar andere regels. Het moest privacygevoelig zijn.
Het moet voor de man of vrouw in de straat ergens over gaan. Het moet die persoon raken. Nou, dat gaat niet als het de financiële administratie van een bedrijf is. Het is wel spannend als het jouw gegevens zijn. Want als het jouw gegevens zijn, dan is het opeens dus mogelijk dat iemand namens jou iets gaat doen. Een paspoort aanvragen. Een rekening ergens openen. Geld van je bankrekening afschrijven. Maandag zal ik met een verhaal komen dat er nu in Nederland gaat worden gekeken hoe straks Europese automatische incasso's dat daar een beetje op de rem kan worden getrapt. Want anders kan een of ander bedrijf in Griekenland zeg maar zo'n 130 miljard van je bankrekening afschrijven. Dat willen we niet. Dus er spelen daar allerlei problematieken mee die het belangrijk maken om om eens een keer stil te staan bij die lekken. Nou, er was een mazzeltje. Er was een aantal gemeenten dat heeft gevraagd aan een jongen van, kijk, dit is wat wij gebruiken, kijk daar eens naar. En die ontdekte een zwakheid in DigiD. Dat gebeurde wel vaker, maar dit was een hele leuke zwakheid, want je kon opeens de sessie met DigiD van een andere persoon overnemen. Daar was wel een tweede lek voor noodzakelijk. En dat hebben die 1 oktober niet naar buiten gebracht nog. Want dit was al genoeg verhaal om uit te leggen. Waarbij dus de overheid op rijksniveau in de verdediging ging met het verhaal. Dan is er wel een tweede lek bij nodig en dat hebben jullie niet laten zien. Nou goed, dit was zaterdag, dus ik moest mijn mond houden tot maandag. En maandag heb ik 7 gemeentes laten zien die dit probleem hadden. Vlak daarna nog eens een keer 50 gemeenten. Oftewel, dit was niet zo theoretisch als werd aangekondigd in onze richting. En daarmee lag ook meteen het grootste probleem op straat. En dat is namelijk ook het uiteindelijke resultaat. De identiteitsdiefstal. Dat onze informatie wordt gestolen, dat zal heel veel mensen niet zo gek veel kunnen uitmaken. Maar op het moment dat mensen er iets mee kunnen doen, wordt het al wat vervelender. En als het daadwerkelijk gebeurt, wordt het heel vervelend. Ik had pas een lek bij de Nationale Theaterkassa. En dan ga je door die data heen en dan ter verificatie bel je wat mensen op. En toen had ik op een gegeven moment zag ik ergens staan een vrouw die dus schreef, ik heb nu 3 keer geprobeerd uit te schrijven van de mailinglijst. Wanneer luisteren jullie nu eens een keer? Ik denk van nou, die gaat vast heel enthousiast zijn dat haar data is gelekt, dus ik bel erop. Daarbij was zij ambtenaar bij een ministerie. Dus ik denk van dat is een leuke combinatie om dat eens mee te nemen in het artikel. Dus ik belde erop en er was natuurlijk niks aan de hand. Het was totaal niet erg, want ja, onze data lekt continu. En zo had ze nog wat van die mooie one-liners. Dat je echt zoiets dacht van, nou, die staat er echt relaxed in. Tot dat punt van, toen zegt ze, en wat gaat u nu doen? Ik zei, nou ja, ik ga u geanonimiseerd natuurlijk opvoeren als een rijksambtenaar. Ja, waarom moet er nou weer bij dat het een rijksambtenaar is? Waarom is dat nou noodzakelijk dat dat nou weer naar buiten komt? Dus dan zit je bij een workforce van bijna 100.000 mensen. En dan haal je dan 1 voorbeeldje uit en dan flippen die personen toch nog. Dus kennelijk vinden we dat helemaal niet zo prettig. Nou, natuurlijk gewoon gedaan, want het is niet herleidbaar. En daarmee was voor mij weer een keer aangetoond dat wij dit dus helemaal niet zo prettig vinden. Goed, Lektober ging door. Er gebeurden allerlei interessante lekken. Soms klein, soms wat groter. Een van de hele grote was op een gegeven moment cheaptickets.nl. Cheaptickets.nl had namelijk bedacht om iets nieuws met onze data te gaan doen. Namelijk een Zwitserse website optuigen. En om dat te testen is de data online gezet op een webserver en die is nagenoeg niet beveiligd. Want ja, het is toch maar om te testen. Ja, dus kwam er een hacker langs en die ontdekte dat dus wel. En die stapte dus naar me toe en toen hadden we dus best wel een sterk verhaal. Cheaptickets vond dat er niet zo gek veel aan de hand was. En die begrepen ook niet waarom dit nu nieuws was en waarom dit een probleem was. Nou, dit is natuurlijk één probleem. Waarom geef je gegevens aan cheaptickets eigenlijk met 1 doel? Namelijk om vliegtickets te kopen. En dan mag je het niet van de Nederlandse wetgever voor iets anders gebruiken. Gebeurde hier wel. Tenminste, ik neem aan dat als hier mensen zitten die bij cheaptickets wel eens een ticket hebben gekocht. Er is nooit aan u gevraagd. Goh, vindt u het goed dat wij hier Zwitserse filialen mee gaan oprichten? Tweede was dat er informatie werd bewaard die niet meer noodzakelijk was. Bijvoorbeeld maaltijdvoorkeuren.
Nou, dat was erg makkelijk om op die manier dan bij het NOS-journaal te krijgen. Want wij hadden wel de regel, doe niet aan downloaden. Maar het is natuurlijk wel heel handig om even één naam op te zoeken. En dat was de verslaggever van de NOS, dus die heb ik opgebeld. En die heb ik ook op zijn privé gsm gebeld. Om daarmee ook gelijk aan te geven dat die dus dan ook op straat ligt. En het verhaal vertelt, nou, hij wist niet of je, als je de data niet hebt, of dat dan zo relevant was. Ik zeg, wat deed jij in november 2009 met een vrouwspersoon in Tokio? Nou, dat was mijn huwelijksreis. Ik zeg, en waarom at zij vegetarisch? Nou, en toen was gelijk de vraag, wanneer kunnen we gaan beginnen met opnemen? Want daarna was het... Want het was in één klap natuurlijk helder dat dit toch wel een probleem was. Cheap Tickets vond van niet. Die stuurde ook een mailtje dat ze gingen dus aangifte doen en er zouden zwaarwegende gevolgen zijn. En dat was een beetje hun lijn. 24 uur later werd er gezegd dat er verder niets was gelekt. En 24 uur later kwam er opeens een excuusmail aan al hun klanten. Dus toen opeens begon het wel een probleem te worden. Nou, was bij de overheid beter? Niet helemaal. We hebben een aantal overheidslekken gehad en op een gegeven moment kwam er op een zaterdag via Geen Stel een tip binnen dat er een server zou staan met 50 gemeentesites die open zouden staan. Met niet afgeronde DigiD-sessies, wachtwoordlijsten, van alles erop en eraan. Nou, dat is nieuws. Er zit alleen één klein probleem bij. Geen Stel publiceert meteen. Of eigenlijk nagenoeg meteen. En op dat moment staat er op een zaterdag een server te draaien in een hok die zo lek is dat hij eigenlijk per direct offline moet. Hoe regel je dat? Nou, ik had gelukkig afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ja, ik zou nooit op zaterdag bellen. Dus dat was nog best wel een kunst om iemand te pakken te krijgen. Nou, na wat ze hebben uitgelegd, en uitgelegd dat ik ook niet eeuwig de tijd had omdat Geen Stel ging schrijven, was uiteindelijk de beslissing, ja, die server moet offline. Nou, probeer maar eens in een van die 50 gemeentes iemand te bereiken. Dat lukte dus niet. Toen kwam ik op het briljante idee, dan moeten we noodnet inzetten. Noodnet is een systeem dat als hier een vliegtuig nu neerstort, dan worden de gemeentes in de omgeving ook benaderd en die kunnen dan hulp gaan bieden. En op die manier heb je, zelfs al werkt het telefoonnetwerk niet meer, heb je toch een infrastructuur om met elkaar te kunnen praten. Klein detail, noodnet was nog nooit ingezet voor iets wat ICT gerelateerd was. Dus waar moet deze VNG-medewerker naartoe om dat noodnet aan te trappen? En die konden ze op zaterdag niet de juiste collega vinden. Nou, dan heb je gelukkig nog een overheidsdienst, die heette toen nog GovCert, die kun je op zaterdag bellen. Nou nee, niet op zaterdag, want dan slapen hackers dus. Die waren dicht. En dan ben je door je mogelijkheden heen. Tenminste, zij wel. Ik heb toen de AIVD gebeld en gezegd, luister, ik snap dat dit niet veiligheid van de staat is, maar het ruikt wel een beetje zo. En toen is via BZK uiteindelijk die molen toch in gang gekomen en is die server uiteindelijk offline gegaan. Het verhaal werd best wel groot. En toen kreeg je wat we bij Webwild zijn gaan noemen de grote bekgemeenten. Dat zijn gemeenten die wel op de server stonden, maar van mening waren dat ze geen probleem hadden. Bijvoorbeeld de gemeente Horst aan de Maas, die dus ging roepen, ja, maar wij hebben een veilige webserver. Waarop gelijk iemand met een link kwam, nou, dat dacht ik niet, en die liet dus gelijk een aantal lekken zien. Dus de maandag erop werd gemeente Horst aan de Maas werd weer opnieuw de lektoberknaller van die dag. En de dag erop had iemand de volledige mailomgeving gekraakt, dus toen begonnen ze door te krijgen dat dit niet de meest effectieve communicatiemethode was. Andere gemeente was Zeewolde. Daar kon niks persoonlijks worden gestolen. Nou ja, die ochtend kreeg ik, de woensdagochtend kreeg ik een lijstje toegemaild met wachtwoorden. Beginnend met gemeentelijke wachtwoorden, eindigend met omroepvlevoland.nl. Ik denk, dat is leuk. Dit is nou echt leuk om iets op de radar te zetten, want wat kan ik nu heel makkelijk doen? Ik neem contact op met Omroep Flevoland en vraag of ze willen mee optrekken in dit verhaal. Want ja, Zeewolde, best wel een groot dorp voor zo'n regionale omroep. Wachtwoord van de wethouder. Nou, de wethouder heette Winifred en haar wachtwoord was Poelbeer. Dus daar was wel het begin van het verhaal. Dat vonden ze eigenlijk ook allemaal wel leuk.
Dus ik daar naartoe, ben gaan zitten. Suzanne Uilenbroek die begint met te interviewen. En ze zegt van, ik heb ook begrepen dat u wachtwoorden had. Dus ik noem haar wachtwoord op. En ze begint wat ongemakkelijk te worden. Zegt ze, en dat is toch wel het wachtwoord van de wethouder? Ik zei, nee, dit is uw wachtwoord. Nou, om een of andere reden is er in de montage iets misgegaan bij Omroep Flevoland, want dat heeft het niet gehaald. Maar er ontstond wel een rel tussen de gemeente en Omroep Flevoland. Hoe kan het wezen dat jullie de wachtwoorden van journalisten hebben die op onze bedrijfsomgeving werken? Nou, dan moet ik eventjes iets uitleggen. Dat klinkt enger dan het is. De gemiddelde computergebruiker is dom. En dom in de zin van dat ze hetzelfde wachtwoord op meerdere plekken gebruiken. En wat bleek deze lijst te zijn? Dit bleek een mailinglijst te zijn. En al die journalisten van Omroep Flevoland hadden zichzelf op die lijst gezet. Met wachtwoord. Maar ja, een jaartje of 4, 5 later weet je dat niet meer. En ben je dat dus trouw vergeten. Dus die wachtwoordlijst was eigenlijk niks anders dan een mailinglijst. Gaan we weer eventjes met de wet bescherming persoonsgegevens. Dit heet bovenmatige gegevensverwerking. Om een e-mailtje te kunnen sturen heb je een e-mailadres nodig. En alle andere dingen zijn ook boventallig, zoals dat dan heet. Hoef je dus niet te hebben. Werd wel opgeslagen. Wat kun je met dit soort dingen doen? Nou, er zijn mensen in dit land die gebruiken e-mailadres plus wachtwoord om in te loggen op andere locaties. Facebook, Gmail, Yahoo Mail, dating sites soms, al dat soort zaken bij elkaar. En wat kun je dan doen? Dan kun je die informatie zeg maar leegtrekken uit die databases en toevoegen aan de informatie die je al hebt. En dan begin je toch wel een griezelig compleet beeld van mensen te krijgen. En wat het leuke is, en er gaat een dag komen dat ook Nederlandse hackers dat gaan snappen, als je nou een bakje met data hebt van iemand en je kunt dat bakje vergroten, dan wordt die bak met data steeds meer geld waard. Dat begint misschien met een euro of een halve euro per adres. Maar als dat zeer concrete, makkelijk te misbruiken data is, kan dat wel eens oplopen tot 30, 40, 50 euro per adres. Afhankelijk van hoe compleet en hoe goed het is. Dus dit is wel het begin van een heel groot probleem. Omdat de gemeente een nieuwsbrief wil uitsturen. En denk niet dat dit ingewikkeld is. Er staan gewoon op internet scripts om dit soort taken te doen. Er zijn mensen, en ik ken er zeker 5 van, die zelf aan het AIVD'tje spelen zijn. En dus eigenlijk een heel compleet beeld al van een heleboel mensen hebben in dit land. En dit is allemaal wat je kan worden aangedaan zonder dat je jezelf ook maar iets van schuld in hebt. Nou ja, misschien is het niet heel handig om jezelf op een lijst van Bavaria te zetten om in ruil voor een kratje bier al je persoonlijke gegevens op te geven. Het risico op een kratje bier. En als je dit doet, gewoon een adviesje, doe het dan, weet je, op een lijst van Gols of zo, niet Bavaria. Maar oversmaak moet niet getwist worden, zullen we maar zeggen. Of op een lijst van clubmaten. Maar we hadden hier dus al een heel groot probleem. Dag 2 hadden we de gemeente Beverwijk. In hackerskringen wordt dat ook wel eens de gemeente DigiNotar genoemd. De gemeente DigiNotar had een hele lijst met wachtwoorden en accounts van onder andere de burgemeester. Daarvan werd gezegd door de voorlichter van Beverwijk toen het artikel was geschreven, dat ik flauw was, want ik had moeten weten dat de burgemeester geen computer gebruikt. Zeg, waarom staat hij dan op een mailinglijst? Nou, daar kon ze geen antwoord op geven. Zeg, en waarom heeft hij dan wel eens ingelogd met die gegevens? Want er staat ook van de laatste keer dat je bent aangemeld, stond ook op die lijst. Nou, daar kon ze ook geen antwoord op geven. Ik zei, dat is dan toch raar voor iemand die niet computer, dat hij toch inlogt. Dat is misschien het begin van het probleem. En het tweede punt van kritiek was, ik had alle wachtwoorden zwak genoemd. Dat was kort door de bocht. Ik heb aan die voorlichter uitgelegd dat Beverwijk 123 bij mij niet de emotie oproept van een sterk wachtwoord. En als dat wachtwoord 27 keer in zo'n lijst voorkomt, dan roept dat bij mij de emotie op dat dat wel eens een standaard wachtwoord zou kunnen zijn. De gemeente DigiNotar heb ik daarna niet meer gesproken. De dag daarna had ik, dat was dus de vrijdag, de gemeente Geelse Rijen.
die vooral heel dankbaar waren dat ik deze lijst had en heel dankbaar waren dat ik ze erop had gewezen. En als ik informatie nodig had, dat ze me alles wilden vertellen. Daar was opeens het kwartje gevallen dat je vooral geen grote mond moet hebben en gewoon heel stil in een hoekje moet gaan zitten en sorry moet roepen richting je burgers. Nou, dat hebben ze ook allemaal heel braaf gedaan. Daar overheen belde nog eventjes de Vereniging Nederlands Gemeenten met de vraag wat ik nog meer voor lijst had. Dus ik zeg van nou, ik word 's ochtends wakker en dan zit er in mijn mailbox een lijst. Waarop die voorlichter zegt dat hij dat niet gelooft. Ik zeg, dat is jouw probleem. Maar het is wel wat er gebeurt en meer is er niet. Ja, wie is die hacker dan? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik ken hem niet. Ik krijg ook elke keer een andere e-mailadres als afzender. Ik weet het niet. Nou, het... Niks, niet meer aan gedacht. Ik had nog wat gesprekken die dag. Zit terug in de trein. Wordt opeens getipt dat er een brief was binnengekomen bij Webwereld. Van de gemeente Landgraaf. Dat was het. En wij zouden aansprakelijk zijn voor alles wat er gebeurt in Landgraaf. Ja, jullie lachen erom. Maar als je met Google Maps gaat kijken hoeveel kruisingen daar geen verkeerslichten hebben, dan is dat behoorlijk bedreigend. Nou, ik heb de brief van via natuurlijk de hoofdredacteur doorgekregen. Ik heb hem doorgestuurd naar mijn advocaat. Die mailde terug, oh dolletjes, deze doe ik gratis. En voor het nodige PR-advies heb ik hem doorgestuurd naar de PR-consultants van Geen Stijl. En die weten daar dan ook wel raad mee. En toen kwam de rare situatie dat ik via dus allerlei omwegen toegang heb gekregen tot een document dat over mij ging, want ik werd dus ook aangesproken, maar ik had het document formeel niet. Dus het stond al op Geen Stijl, Dagblad de Limburger had er inmiddels al over geschreven. Iedereen wist er dus van, behalve degene die werd aangesproken in rechten. 16:50 was ik thuis, mijn hondje staat te springen zo, en op dat moment belt de Limburger en die vraagt, wat ga je doen met vlekken? Nou, vlekken, dat moet ik even uitleggen, dat blijkt de burgemeester van Landgraaf te zijn. Die is advocaat geweest en die had die brief geschreven. En dus ik zei, ja, vlekken, nou ja, dat legde die toen uit. Ik heb een beetje dom gespeeld en ik zei, ik weet het niet. Ja, maar je moet voor 5:00 reageren, wat ga je nu doen? Ik zei, nou, mijn hond staat te springen, als u het niet erg vindt, ga ik mijn hond uitlaten. Maar ik had dus nog geen betekende brief of wat dan ook en geen deurwaarde aan de deur gehad. Dus dat was. Dus ik ga mijn hond uitlaten, kom rond tegen 17:30 terug, zie nog net een auto wegrijden en is de brief dus door de brievenbus gegooid. Betaal dus €80 voor, hè, om die brief te laten afleveren. En dan wordt hij niet eens gewoon echt overhandigd ook. Dus hij is niet eens juridisch geldig. Dus rond 17:30 bel ik mijn advocaat. Ik zeg, nou, ik heb hem binnen hoor. Nou, dan ga ik nu de gemeente bellen. En probeer jij maar eens op vrijdagmiddag een gemeente te bellen überhaupt. Zeker na het verlopen van de deadline. Nou, dat lukte dus niet heel erg. Uiteindelijk zaterdagochtend hebben we contact gehad nadat de burgemeester de lokale fanfare had gefotografeerd. Ja, hoe knullig kun je het hebben? Met de opmerking erover van, ik zit de hele dag al te kijken en ben trots op jullie. Ik heb dat geretweet met in plaats van lekker dichten, " en dan de tweet van de burgemeester. Gebeurde wel heel weinig, totdat later die dag duidelijk werd gemaakt richting ons van nou, die brief was niet zo'n goed idee, die willen we intrekken. Maar toen werd het zondag. En toen kwam de voltallige gemeenteraad minus de PvdA in actie. Die hebben namelijk een persbericht uitgestuurd dat het een goed idee is om journalisten te bedreigen. En dat het verstandig was dat er hard tegen mij werd opgetreden. Dus hier heb je een burgemeester die eigenlijk van mening is dat hij een uitgeleider heeft gemaakt en liever stil wil houden en eigenlijk van die zaak af wil. En daar heb je voltallige gemeenteraad met, ga vooral door, dit is goed zo. Uiteindelijk zijn we er na dagen onderhandelen op uitgekomen dat alle alinea's van de brief worden ingetrokken, maar de aanhef om de ondertekening blijven bestaan. Dat moest op woensdag af zijn, want donderdag wilde de gemeenteraad over de brief praten. Dus de brief, geachte heer De Winter, met vriendelijke groet Raymond Vlekken, schijnt 3 kwartier over te zijn gepraat in Landgraaf, waar je je al niet druk over kunt maken. En ondertussen was er geen lek gedicht. Nou goed, daarna heb ik een afspraak gemaakt, ik ben er een keer naartoe geweest met die burgemeester. Dus die vroeg ook, wat had je nu van ons in handen? Nou, bleek dus de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
Landgraaf te hebben gezegd dat zij ook op die server stonden en dat er van hun data was. Ik zei, nou, ik had niks van jullie in handen en jullie waren ook niet op de radar voor de maand Lektober. Er was gewoon niets met jullie aan de hand. Dus hebben ze een hele rel gehad die eigenlijk nergens over ging. Omdat dus een paar mensen bij de VNG van bang waren dat ik misschien iets zou hebben eventueel. Nou, lang verhaal kort. We hebben nog heel wat gemeentes de revue zien passeren. Totdat ik een hele woedende opmerking van de VNG kreeg. Moet je elke keer gemeente hebben? En nee, ik ben niet uit op partij X, Y of Z. Nou, er zijn sommige partijen die ik wat liever zie langskomen dan andere. Maar in principe in gemeenteland maakt mij dat allemaal niet zo gek veel uit. Wat wel is natuurlijk als wij als burger contact hebben met de overheid, hebben wij contact met de gemeente. In bijna alle gevallen. Nou ja, of met de politie of een ambulancedienst, een GGD. Maar onder normale omstandigheden is het contactpunt de gemeente. Dus is het niet raar dat als daar iets misgaat, dat meer dan gemiddeld aandacht krijgt. Nou, dit is een soort atoombom geweest in gemeenteland. En wat wel lachen is, in een maand tijd is de hele retoriek van ja, wij zijn als gemeente soeverein en het staat in de grondwet dat wij ons eigen beleid mogen voeren, is helemaal veranderd met ja, misschien is het toch wel een goed idee als we eens gaan nadenken met elkaar of we niet samen kunnen werken aan de site, want ja, eigenlijk doen we allemaal wel min of meer hetzelfde. En er liggen nu hele basale beveiligingsstandaarden voor gemeenten. Is het voldoende? Nee, langs absoluut niet. Maar het is een begin. Tot zover even het stukje gemeenteland. Nou ja, nog één gemeente wil ik even noemen. De gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft een aantal keren aangegeven dat zij veilig waren. De gemeente Eindhoven staat al iets langer bekend als een gemeente die nogal gesloten staat in het ICT-beleid. En opeens komen er op één dag, ik overdrijf niet, 3 mensen die 7 lekken bij elkaar neerleggen. Nou, wij liepen bij Webwereld wat achter in de telling. Er waren meer dagen geweest, zeg maar, dan dat, omdat je het weekend hebt, dan de nummering van lekken. Dus dan hebben we lek 21 tot en met 27, de Lektober, superknaller gemaakt. Eindhoven de lekste. Wij voelden al aan dat in die regio wel eens tot wat media-aandacht zou kunnen gaan leiden. Dus die dag was ik ook maar richting Eindhoven gegaan. En dat was ook een soort echt, dat ging als een soort explosie door die stad heen. Want de gemeente ging zeggen, ja, lek 1 tot en met 3 zijn niet zo heel erg. Maar ja, lek 4 was de toegang tot de volledige fiscale omgeving. Dus de gemeentelijke belastingomgeving. Die je niet alleen kon beheren, maar je kon ook door alles heen scrollen. Ja, dat is natuurlijk wel heel gênant. Hè? En toen gebeurde ook het mooie wat bij al die andere gemeenten ook gebeurde. Ze werden afgesloten van DigiD. Want elke gemeente die een probleem had, werd automatisch afgesloten van DigiD. Een wat emotioneel overtrokken reactie. Maar er zat wel een minister boven. Minister Donner. En je kunt van minister Donner een boel zeggen, maar niet dat het een voorman in de ICT is geweest ooit. Dus minister Donner was bang. En dus kwam er ook de situatie dat die organisatie die daarvoor verantwoordelijk is, Logius, weigerde gemeente te helpen. Hoe bizar is dat? Je gooit een hele berg met ijs over de schutting. Je weet dat daar een gemeente zit die eigenlijk niet in staat is dit op te pakken. En vervolgens zeg je, ja, maar wij gaan het niet doen. Want ja, nee, als dit misgaat, hebben wij kamervragen. Dat willen we niet. Dus dit heeft tot in februari geduurd dat de laatste gemeente weer is aangesloten. Alleen omdat minister Donner, zeg maar, de hand boven het hoofd moest worden gehouden. Dat was iets wat ik niet had voorzien. Ik ben nog iets vergeten te vertellen. Dat was wel leuk bij Cheap Tickets. Bij cheaptickets.nl speelde er nog iets anders. Dat brachten we op maandag. Op dinsdag moest de staatssecretaris zich verantwoorden in de Tweede Kamer waarom Cheap Tickets lek was. En die zei ook dat hij het zich allemaal erg vervelend vond. Want ja, hij zat er ook zelf tussen met zijn privéadres. En dit is Fred Teven. Nou, in deze scene doorgaans niet zo heel erg geliefd om zeg maar zijn privacystandpunten. Dus is het wel heel geestig dat zijn privéadres opeens is uitgelekt.
Toen kreeg ik een mailtje van de hacker die zeg maar, dit ontdekt had, met de opmerking, dat klopt. En ik heb hem een dvd gestuurd. Das Leben der Anderen. Ik hoop oprecht trouwens dat hij hem gekeken heeft en daar lering uit heeft getrokken, maar ik heb er een hard hoofd in. Toen kwam er nog iets anders langs, ook met luchtvaart wat te maken. De vliegschool AES Flight Academy in Lelystad. Die hielden namelijk hun volledige leerlingenbestand bij op internet. Onder het motto, hoe dom kan je zijn, werd bijgehouden naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, paspoortnummer, uitgifteplaats van het paspoort, burgerservice nummer, bankrekeningnummer, BKR-status en een eventueel strafblad. Je zou maar een gebouw in willen vliegen. Ik heb ze daarmee geconfronteerd. Zij hebben aangegeven dat het lek was gedicht. En daarna heb ik een artikel geschreven, zoals zoiets hoort te gaan. Alleen, zij hebben geprobeerd daarop aangifte te doen. Want ja, het is wel crimineel als je niet alleen zomaar een lek gaat aangeven, maar dat je vervolgens er ook nog over gaat schrijven. En zomaar dat je zomaar dus opeens journalist gaat spelen. Dat moest toch echt ophouden. Nou, ik begrepen heb, heeft de politie in Lelystad aangegeven dat ze nuttigere zaken te doen hebben. En waarschijnlijk ze iets aangeraden van ga maar lekker buiten spelen of zo. Maar in ieder geval niet dat. Was dit noodzakelijke gegevensverwerking? Nee, dit hoort niet op een website thuis. De wet bescherming persoonsgegevens daarnaast verplicht je om minimaal iets aan beveiliging te doen. Is ook niet gebeurd. Dus zij zijn toch wel op meerdere plekken in overtreding van de wet. Maar gelukkig, zij voelen zich vooral slachtoffer en niet hun klanten zijn het slachtoffer. Dus ze hebben echt dagenlang nog staan stampvoeten en zijn boos geweest. Hebben een camerateam van mijn vrienden van Omroep Flevoland proberen weg te jagen. Eigenlijk alles gedaan wat je van iemand die heel schuldbewust is niet zou verwachten. En ze hadden het lek gedicht. Nou ja, ze hebben de data van de website afgehaald, maar het lek laten zitten. Het is een keuze. Ongelukkig is alleen, mag ik heel even deze afmaken en dan. Ongelukkig is alleen dat er nog een tweede ding bij zat. Op 14 november hadden zij een open dag en dan kon je voor aanmelden. Dan maakte ze een mooi database aan met naam, adres, woonplaats, een kenteken van je auto, het aantal personen waarmee je komt. Dus iedereen die kan dubbelklikken op een Windows-tool om die database leeg te zuigen en die ook nog inbreker van beroep is, krijgt een kant-en-klare lijst waar je op 14 november alle tijd hebt om zonder ontdekt te worden te kunnen gaan inbreken. Om maar eens aan te geven hoe ongelukkig je met data kunt omgaan. Vraag was daar. Ja, wat is er uiteindelijk met die data gebeurd? Weet je ook of ze echt dingen verwijderd hebben gezien? Nee, want dan zou ik een hele actie moeten gaan starten om elke keer zelf iets te gaan doen en te gaan participeren. En een van de dingen was dat ik zelf niet heb gehackt. Nee, misschien. Ik heb wel een keer gevraagd of iemand nog eens een keer een scan wilde doen. Maar daarna blijken ze er iets voor te hebben gezet wat dus in ieder geval de basale aanvallen stopt. Maar dat betekent dus gewoon dat de website nog steeds niet is aangepast. En was er zo nog veel bewijs kunnen hebben van datavernietiging of iets dergelijks? Een beetje lastig. Ja, nou, dat blijft dus een probleem. Dat weten we dus niet. Maar je weet in ieder geval wel dat je bij zo'n bedrijf niet in goede handen bent. En dat daar ook niet het besef doordringt dat alles op de pasfoto na, om identiteitsdiefstal te plegen, daar gewoon in die ene database stond. Zij zitten met, wij zijn voor lul gezet en dat is erg. En zij zijn nog niet in het stadium gekomen dat ze denken van, oh mijn god, dit zijn onze klanten en met een beetje pech gaan er nu allerlei valse paspoorten verschijnen her en der. En dit gebeurt wel, hè. Ik ben nu een zaak aan het volgen van een vrouw die pas in de trein een bekeuring heeft gehad voor zwartrijden. Zich heeft gelegitimeerd met haar paspoort. Alleen ze heeft een abonnement en ze zat op dat moment in Spanje en is nog nooit een paspoort kwijtgeraakt. What's wrong with this picture?
En de NS haar gelooft, maar zegt van ja, nee, maar het is natuurlijk wel logisch dat we nu even netjes de procedure doorlopen. Dus zij dus nog steeds in een procedure zit, inmiddels 1,5 maand op weg. Voor een boete waarvan iedereen dus snapt van dat dit dus niet deugt. Maar ja, het zo Kafka is geworden dat dat doorgaat. Dit gaat om 35 euro. Er zijn ook voorbeelden van studenten die 15.000 euro hebben geleend. Alleen, dat blijken ze niet te hebben gedaan. En de persoon die het wel heeft gedaan en heeft gefraudeerd zit inmiddels vast. Die zit zijn straf al uit, want die is al veroordeeld. Maar de bank blijft incasseren, want ja, waar kun je het anders halen dan bij degene op wiens naam het staat? En die jongen is dus nu bijna 2 jaar onderweg. Daar gaat dit dus om. Ik vertel het elke keer heel, heel joviaal en grappig. Maar het eindresultaat is niet grappig. Het eindresultaat zijn echt mensen waarvan soms het leven wordt verwoest. En in Nederland hebben we nog maar een paar van dit soort gevallen gehad. In Amerika is het schering in de inslag. In Amerika heb je verzekeringen om de ellende die meekomt met identiteitsdiefstal te kunnen afdekken. In Amerika hebben ze het burgerservice nummer zeg maar overal voor gebruikt. En is al tijdens de regering Bush, de tweede regering Bush, de lijn ingezet vanuit het ministerie om juist die data te gaan wissen en te gaan schonen. En dat burgerservice nummer overal maar uit te halen. Precies in de periode dat wij de wet op het BSN in de zorg hebben ingevoerd. Om even aan te geven hoe bewust wij zijn van de gevolgen van dit soort zaken. Niet dus. Nou goed, Lectobe kabbelde door. Het werd een heel gedoe allemaal met allerlei leuke voorbeelden die nog voorbij kwamen. Webwereldlezers werden steeds bozer, want die gingen steeds harder roepen. Dit zijn geen lekken, dit is kinderlijk eenvoudig om te doen. Dit stelt niks voor. En dat is precies het punt wat ik wil maken. De beveiliging is zo slecht geregeld in Nederland dat we ons zelfs niet eens meer de moeite nemen om ons te beveiligen. Aan het einde van de maand is mijn eigen server nog gekraakt. Door een beveiligingsbedrijf dat boos was dat het nu extra klanten kreeg door Lectobe. Ik vind het ook een uniek standpunt, zeker voor een ondernemer. En daarnaast was het tweede punt van kritiek, en dat waren ook de enige twee punten van kritiek die hij had, dat er eens een keer wat aandacht voor privacy moest komen en niet voor lekken. Dus ja, misschien heb ik mijn boodschap dus niet goed genoeg verteld. Lectobe ging dus over privacy en het was precies wat meneer wilde. En als je meer klanten krijgt, krijg je meer omzet, word je rijker van, word je doorgaans vrolijker van. Dat is niet slecht. Dus was wat bizar. Ook wel grappig aan de andere kant om mee te maken. Is het raar dat mijn server te kraken is? Nee, dat zal je waarschijnlijk nu nog wel een keer lukken. En dat is heel simpel. Ik ben journalist en ik ben geen gegevensverwerker. Ik ben geen overheid, pretendeer ik ook niet te zijn. En ik ben geen groot bedrijf, pretendeer ik ook niet te zijn. Ik moet wel zeggen dat ik het heel erg cool vind dat er 3 ANP-berichten zijn geschreven over een server van een eenmanszaak. Ik bedoel, dat zullen weinig mensen hier kunnen zeggen. Dat is wel bizar. Er is nog één ding, er zijn eigenlijk nog 2 dingetjes die ik heb binnengetrokken waar ik echt apentrots op ben. Eén is dat het thuiswinkel Waarborg de indruk wekte dat je veilig kon winkelen bij webshops. Als je maar dat logo zag. Nou, Cheap Tickets was een thuiswinkel Waarborg website. Dus ja, dat blijkt dus niet helemaal te kloppen. Veilig was dus niet in niveau ICT-achtig veilig. Ik ben toen een discussie gestart. Van ja, is het normaal dat je de indruk wekt dat je veilig koopt en vervolgens kom je dus op een site uit die zo lek is dat of je data wordt gestolen of je hele computer vol kwaadaardige software wordt gedouwd. En vervolgens zit er een andere organisatie die zegt, nee, maar zij doen het goed hoor, echt. Nou, zij vonden dat zij geen rol daarin hadden, want zij konden geen penetratietesten uitvoeren. Nou, daarna heb ik het punt gemaakt van ja, luister eens, dat is jullie taak ook niet, maar je kunt wel een eis neerleggen. Dit is de eis, daar hoor je aan te voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan ben je niet welkom bij ons keurmerk. Lijkt mij heel simpel. Nou, dat was onzin, dat gingen ze niet doen en dit was 1 incident. Zijn foute opmerkingen in Lectobe, kan ik u uitleggen.
De dag erop ben ik met een andere webwinkel ook aangesloten bij hun gekomen. En ik heb gevraagd aan die directeur, zullen we gelijk de rest van de week even aftikken? En op dat moment viel het kwartje van, hij gaat niet stoppen. Waarop hij zei, vind je het goed als ik je over een uurtje terugbel? Een uurtje later kreeg ik een sms'je. Ja, we zitten nu met bestuur in vergadering. En 5 uur later was hij besloten om toch maar beveiligingseisen te gaan introduceren. Dat bleek later heel erg nodig, want van de 2000 aangesloten ondernemingen bleek later na een scan van een jongen van 17 jaar dat er 750 sites, geloof ik, zo'n beetje niet... waren 750, geloof ik, hè? Ja, een berg. Niet goed waren. Oftewel, dit was hard nodig. Voor uw begrip, Babydump was ook aangesloten bij ze. Dus er is hier wel een bepaalde urgentie. Nou kun je vragen van, ja, wat moet nou de overheid doen? Nou, de overheid heeft de regels al in huis. De wet bescherming persoonsgegevens. En er is een standaard om aan beveiliging te doen. De wet bescherming persoonsgegevens zegt al dat als je persoonsgegevens verwerkt, de beveiliging op orde moet zijn. Nou kan je zeggen, dat is niet zo bij heel veel ondernemingen. En zich aan die standaarden houden ook al helemaal niet. Wat kan je dan gebeuren? Nou, als jullie iemand hier ondernemer is, maak je vooral geen zorgen. De kans dat je ooit gepakt wordt door het CWP is nagenoeg nul. Volgens Jacob Koonstam duurt 1 onderzoek zo'n 3 manjaar. En ze hebben 80 medewerkers in dienst. Daar zit overhead, daar zit van alles op en eraan. Dus zij kunnen een tiental, 20-tal onderzoeken per jaar draaien. Dan moet je nog de onderzoeken doen die goed in de media liggen. Dus TransLink Systems, dus de Nederlandse spoorwegen, vervoersbedrijven en Google. En zeg maar, wat je dan dus aan andere zaken overhoudt, is niet zo gek veel meer. Strafrechtelijke onderzoeken en dit soort onderzoeken zijn behoorlijk arbeidsintensief. Ik heb het dossier van mijn eigen strafzaak in mogen zien. En sterker nog, ik heb het thuis liggen. En dat is vrij bijzonder bij een CPO. Maar ze hadden het vermoeden dat ik anders ging procederen en daar hadden ze geen zin in. Daar hebben 5 rechercheurs 5 maanden lang gewerkt om te bewijzen dat wat ik op tv heb gezegd, namelijk dat ik gereisd heb op gekraakte kaarten, daadwerkelijk waar was. Even voor je begrip, wat dus gewoon... Dus het lijkt vrij onschuldig, we gaan dus een keer achter een journalist aan. Dat betekent dus dat er 5 fraude-rechercheurs, in ieder geval minimaal 1, maar waarschijnlijk 2 of 3 reguliere belastingfraudezaken niet kunnen oppakken, omdat het ego van een directeur van een overchipkaartbedrijf dat niet trekt. Hoe sociaal, maatschappelijk en onwenselijk dit is. Deze opmerking maak ik omdat we zo meteen gaan waarom we geen politici en wel hackers nodig hebben. Totaal sociaal, maatschappelijk onwenselijk. Dus het CBP kan niet heel erg veel doen. En als ze wat kunnen en ze tikken je op de vingers, kunnen ze wel 1 ding zeggen. Als je dit nu nog een keer flikt, dan geef je misschien wel 4.500 euro boete. Even voor jullie begrip, ik heb zo'n 10.000 euro aan een advocaat moeten betalen voor mijn strafzaak en ben nog aan het procederen om dat geld terug te krijgen. Dat overleef je dus als bedrijf. Als je een keer een spammail stuurt, kun je per direct 450.000 euro boete krijgen. Wij vinden dus in Nederland privacybescherming niet zo heel erg belangrijk. Mag je dat denk ik wel uit concluderen. 1 rechercheur zou dus eens in de 3 jaar, als hij een onderzoek alleen deed, een zaak kunnen afronden. Een animal cop kan dat continu doen. Die kan de ene naar de andere boete uitschrijven. Dus die kan gewoon per dag meerdere zaken doen. Van animal cops hadden we er, eventjes in herinnering roepend, 500. Dus privacybescherming, animal cops, dat u het even beseft wat belangrijker wordt gevonden. Wij vinden het dus gewoon niet belangrijk. En totdat gaat veranderen, kunnen we niet zo gek veel en zal het ook niet heel erg veel beter worden. Er is geen enkele reden om je als bedrijf druk te maken, behalve dat je misschien een keer een journalist over je heen krijgt. Maar dan kun je ook gaan ontkennen. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden om je vervolgens daar onderuit te wurmen.
Dus tot zover het gedeelte, zeg maar, waarbij de problematiek wordt neergelegd. Nou, een van de dingen die ook bij de DigiNota-hoorzitting werd gevraagd was, wat moeten wij als politiek doen? En daar waren een aantal mensen, en ik was er een van, die eigenlijk zoiets hadden van, misschien moeten jullie maar niks meer doen. Misschien hebben jullie nu de laatste 30 jaar die kans gehad en het gewoon een beetje verprutst. En schiet dat allemaal niet zo op. Want in tijden van extra bezuinigingen gaan ze niet zeggen van, inderdaad, als we de verhouding met die animal crops willen rechttrekken, gaan er nu 2.500 rechercheurs bij het CWP bij komen. En als we dat niet gaan roepen tegen elkaar, gaat het dus niet beter worden. Is dit iets waar we verbaasd over moeten zijn? Nee hoor, hier is al 30 jaar lang voor gewaarschuwd. Beginnend in Duitsland bij de Chaos Computer Club. De hacker, de overkoepelende organisatie van hackerverenigingen in Duitsland. En ook hier in Nederland. Er zijn binnen deze gemeenschap heel veel mensen geweest die bij herhaling hebben geroepen dat het niet goed gaat. Dat wij gegevensverwerking aan het doen zijn die eigenlijk onwenselijk is. Dat wij dingen met die gegevens aan het doen zijn die straks kunnen gaan leiden tot ongelukken. En elke keer werd dat weggezet als belachelijk en onzin en noem maar op. Heel langzaam begint nu het moment aan te breken dat er misbruik van die gegevens gaat worden gemaakt op enige schaal. We krijgen een mobiele telefoon en we gaan daar dus allemaal lekker op zitten internetbankieren. Met een maximum, geloof ik, van 1.000 euro per dag. Dat maakt dat telefoontje interessant om te kraken en misbruik van te maken. En dat zal ook gaan gebeuren. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn om dit te kunnen voorzien. En wat kunnen we straks daartegen doen? Nou, niet zo gek veel. Want als straks een keer bij 1 miljoen Nederlanders een misdrijf wordt gepleegd, dan is het aangifte opnemen in Nederland, daar zijn we niet eens op ingericht. Laat staan het doen van het strafrechtelijk onderzoek. Lektober, hackers die dingen aantonen, gaat dus ergens over. Dat is een soort laatste waarschuwing die we als maatschappij kunnen geven van, let op, dit gaat niet goed en nu moeten we wel wat gaan veranderen. Nou, als dat in mei niet gaat gebeuren met het parlementaire onderzoek, wat er naar ICT wordt gestart, dan denk ik dat we definitief gewoon ook de boot hebben gemist en de kans hebben gemist. En ik ben er niet heel erg optimistisch over, want er wordt nog steeds nagedacht over vingerafdrukken in een paspoort. En hoe we dat toch maar weer kunnen doorzetten. Iets wat in Duitsland, geloof ik, hoeveel jaar geleden, 10 jaar geleden bijna, een keer als gelogen straf van dit functioneert niet. Daar werd op een gegeven moment de vingerafdruk van een minister online gezet. Dat hadden zij weer gezien van Ton van der Putten, een Nederlander die dat, geloof ik, in de jaren 80 al eens een keer liet zien met de vingerafdruk van minister Hirschballin. Ja, die was toen ook al minister van Justitie. Die is dat 2 keer geweest. En beide keren was hij bezig met vingerafdrukken. Een soort vingerafdrukfetischist. Ik weet niet hoe je dat dan moet noemen, maar in ieder geval. Ook daar werd, en het is relatief simpel om te snappen dat het inzetten van dit soort middelen onherstelbare schade aanricht. Je kunt niet ergens naar binnen stappen en zegt, goeiedag, ik ben Brenno de Winter, dit is mijn vingerafdruk vandaag. Die is gestolen, zou ik een nieuwe vingerafdruk van u mogen? Kan niet. Dat is. Chirurgen kunnen een boel tegenwoordig. Ja, het schijnt dat dokter Tullekus momenteel. Die heeft een soort godheidssyndroom, hè? Ja, dat heb ik wel begrepen, ja. Maar realistisch gesproken, beledigd. Oké. Straks houden we bij een kinderfeestje. Het spijt me heel erg. Excuses. Doeg. Met steken onder de voeten. Ik denk dat het te confronterend werd, inderdaad. Er is dus nog een kinderfeestje, wat leuk. Maar je kunt dus gewoon geen kant terug. Er ligt dus echt voor ons een rol om op te pakken, om te laten zien waar dingen misgaan. Om organisaties te gaan helpen om hier wel over na te denken. Er zijn, kijk, ik heb nu alleen de negatieve voorbeelden genoemd, maar ik heb in Lektober ook zeer positieve voorbeelden gehad. Mirjam Attes, wethouder in Zoeterwoude, stuurde op nadat zij een van die 50 gemeentes was die plat moesten, stuurde op zondagavond een bedanktweet,
een oprecht gemeende bedanktweet. Van ja, we hebben het hele weekend overgewerkt. Maar we hebben nu wel het idee dat onze website goed gaat komen. Bedankt, Ed Brenno. Daar was dus wel het besef van, oei, wij hebben dus een fout gemaakt, wij moeten nu iets anders doen. En zo zijn er wel meer organisaties. We hebben ook een aantal bedrijven gehad, waarvan de leukste was van, ja, kun je ons in contact brengen met de hacker? Ik zeg, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, maar waar moeten we dan de bloemen heen sturen? En dat was ook oprecht gemeend, dat was de BOVAG die dat riep. En die menen dat oprecht, van ja, wij willen daar dus iets. Nou, dat is dus nooit gebeurd, want dat blijft broninformatie. Maar er zijn dus wel organisaties die hier wel over openstaan. En misschien moeten we gaan nadenken over structuren van hoe we slimmer kunnen gaan omgaan met data op zo'n manier dat wij minder kwetsbaar worden voor dit soort lekken. Er is heel veel te winnen bij de burger zelf. Er is op een gegeven moment een keer ingebroken bij pepper.nl. En dan blijken dus mensen met een apenstaartje KPMG-adres aan het daten te zijn. Ja, ik vind het niet handig, want als het dan een keer uitlekt, dan is het ook meteen duidelijk dat jij het bent. Dus ja, dat blijft ongelukkig. En er is een tweede groep. Er zijn mensen die in Nederland ook bij bijvoorbeeld Anonymous zitten. En een aantal misschien ook wel gedreven zijn door goede emoties, maar die bezig zijn met het online gooien van andermans gegevens. Dat helpt niet heel erg. Los ervan dat dit de snelste ticket is om daadwerkelijk ook op zitting te gaan met je strafzaak. Want ja, je doet mensen gewoon echt schade aan. Iemand die aan het daten is bij pepper.nl doet dat omdat hij wil geloven. Omdat hij daar dingen wil doen die in de vertrouwelijkheid moeten gebeuren. En je rekent er niet op dat vervolgens iemand langskomt en zegt, hoppa, jouw e-mailadres en jouw datingberichtjes, die maken we maar eens even voor de rest van de wereld toegankelijk. Dat is ook niet het punt maken wat je wil maken. Als je dat dan doet, pak dan de mensen aan waar je wel wat tegen hebt. En dat kan niet zijn de datende KPMG'er. Dat lijkt me toch niet je vijand. En dat merk je heel vaak, is dat wij ook niet helder voor ogen hebben wie nu onze vijand is en wie onze partner is. Weet je, ik vind het heel grappig hoor, dat je elke keer boos wordt op mij en met allerlei dreigementen komt om daarmee mee aan te geven dat je eigenlijk niet leuk vindt dat je in de media komt. Maar het probleem is begonnen omdat jij slechte beveiliging deed. En je bent nieuwswaardig geworden omdat jij van 2,3 miljoen mensen de gegevens lekt. Dat is het nieuws. Als ik een artikel zou schrijven, weer 112 persoonsgegevens gelekt, dan denk ik dat ik niet heel erg lang meer een carrière heb. Want als je dat 3 keer doet, dan denk ik dat daarna wordt gezegd van, nou, die Brenno die heeft geen gevoel voor nieuws meer. Dus het feit dat jij zo'n grote verzameling maakt, ik heb verzamelingen gezien, daar zaten de gegevens uit 1996 tussen. Er is geen enkele fiscale reden meer te verzinnen waarom je die nog in een database zou laten staan. Die hadden al lang gewist moeten zijn. Als je tot het moment dat soort dingen niet gaan veranderen, zal deze situatie ook blijven bestaan. En ik snap heel goed dat een bedrijf er zich altijd weer van af kan maken. Hè? Want A, je wordt niet gepakt door het CBP of die kans is heel klein. En B, als je wel wordt gepakt, de kans op een aansprakelijkheidsstelling is ook heel klein. Er zijn wel mensen die boos worden, burgers. Sommige burgers worden boos. Maar goed, dan kun je als bedrijf zeggen van ja, nee, wacht even, u heeft op 2 plekken hetzelfde wachtwoord gebruikt. Terwijl u weet dat u dat niet moet doen. Ja, dan vraagt u ook wel enigszins om identiteitsdiefstal. Of je kunt gaan roepen van ja, luister eens, deze set informatie is niet voldoende om identiteitsdiefstal te plegen. Daar was die andere hack ook voor nodig, dus u kunt ons niet aansprakelijk houden. En zo kun je er altijd wel weer onderuit draaien. Realiteit is alleen dat echt daadwerkelijk data nu aan elkaar wordt gekoppeld op bijvoorbeeld e-mailadres. En dan heb je dus echt een compleet beeld van mensen. Creepy, vind ik zelf. Ja. Het is heel vervelend als je inderdaad ook wel eens van hackers te horen krijgt van ja, jij staat er ook al 3 keer tussen. Weet je, want ook wij zijn gewoon, iedereen van ons is gewoon ook het slachtoffer hiervan. Waar ik trouwens nog wel een beetje trots op ben op Lektober, is dat gedurende de week van de aankondiging tot een weekje of 2 erna er geen enkel lek op Pastebin is gezet. En Pastebin is die website waarbij je
waar heel veel van dit soort gegevens worden geplaatst. Nou, een paar weken terug gebeurde dat wel, dat was met KPN. Er was ingebroken bij KPN. En op een gegeven moment ontstond er wat ophef omdat er een lijst van 537 e-mailadressen was. Er werd gezegd, hoezo geen data gelekt bij KPN? En daarmee wek je de indruk dat deze lijst daarvan afkomstig is. Toen ik dat zag, toen herkende ik die lijst ergens van. En soms kun je dat niet direct plaatsen, hè? Kun je niet gelijk zeggen van, oh, maar dat is het. Maar soms heb je data al eens in een bepaalde constellatie gezien. En in dit geval bleek dat ook het geval te zijn. Dat was die lijst dus van Babydump. En toen heb ik dus weer wat nieuws moeten leren. Namelijk dat er mensen zijn die data stelen en inzetten voor een doel wat ik zelf niet voor mogelijk had gehouden. Namelijk het zwart maken van 1 KPN en 2 de hackers die hebben ingebroken bij KPN. Want beide lopen hierdoor risico, hè? Voor het strafrechtelijk onderzoek geeft het lekken van dit soort gegevens absoluut een impuls. Niet dat ik het in dit geval heb gehoord van een team, maar ik weet dat gewoon. Dit hebben we in het verleden vaker gezien. Dan worden er meer mensen op de zaak gezet, wordt het onderzoek geïntensiveerd. En op het moment dat je gepakt wordt, ben je ook gewoon dubbel, zeg maar, de piep. En daarnaast gewoon, je schaadt de reputatie van een beursgenoteerd bedrijf met geen ander doel dan dat bedrijf op een hele nare manier in diskrediet te brengen. Wat wel leuk was, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag begon ik door te krijgen dat dit dus het geval was. Dus ik bel om 1 uur 's nachts de voorlichter uit zijn bed. Ik denk, ja, hij niet slapen, of ik niet slapen, hij niet slapen. En toen begon hij gelijk zo'n standaard riedeltje af te... En toen op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, als je nou even je bek houdt, dan heb ik even goed nieuws voor je. En toen kwam de rare situatie dat KPN opeens bij mij onder druk ging zetten om nog sneller met mijn artikel te komen. Want die hadden natuurlijk heel groot belang. Maar ja, dat moest wel kloppen. Nou, ik was smiddels was ik eindelijk zover. En toen wilde ik gaan publiceren en op dat moment begon opeens een van de partijen te ontkennen. Eén partij zei aan de telefoon, ja luister eens, ik ben helemaal geen klant bij Babydump. En daarmee leek opeens echt alles uit elkaar te vallen. Want tot dat moment had ik alleen maar mensen die, of je hoorde krijzende kinderen op de achtergrond, het was iedere keer gewoon ook spot on. Dus nou echt... Als je een nacht hebt doorgewerkt, ik was er helemaal klaar mee. Op dat moment zegt mijn vriendin, ja, en misschien staat hij op de mailinglijst. Nou, bleek inderdaad dus dat hij wel op de mailinglijst stond. Dus toen klopte het weer. Toen kwam het bedrijf, ja, wij hadden een server in het rek staan bij KPN. Dus het kan heel goed dat wij gehackt zijn. Dat is natuurlijk meegekomen met de andere hack van KPN. Nou, dan ben je dus een uur verder voordat je dat kunt logenstraffen. En toen zei ze, nee, jij snapt het niet. Onze e-mailserver draaide bij KPN en hun e-mail ligt nu plat en dat is het. Nou, toen bleek dat niet waar te zijn. Ben je weer een... En toen werd het tegen 6 uur en toen werd er gezegd, ja, een van de directeuren heeft een e-mailaccount bij KPN. En nou hebben die hackers dat e-mailtje waar die zeg maar de klantenlijst naartoe heeft gestuurd, weer een overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens trouwens, maar dat op een zijspoor, heeft hij naar dat mailaccount gestuurd. En dat mailtje is nu net gehackt. Dus je hebt 2 miljoen klanten en dan loopt er iemand langs en die denkt van, nou, van die klant, dan ga ik dat ene mailtje pakken. Totaal niet geloofwaardig dus. Toen heb ik de hoofdredacteur opgebeld van nu.nl en dit is eigenlijk tegen iets wat we anders niet doen. Ze hebben gevraagd van mag ik hem terugbellen en zeggen dat het niet meer uitmaakt wat hij zegt, maar wij gaan nu gewoon live. Omdat gewoon het hele spel, weet je, je hebt bijna 20 uur ben je op weg met iets uitzoeken wat aan alle kanten klopt. En nu wordt bullshit op bullshit op bullshit verhaal gestapeld. En toen hebben we dat gedaan. En toen zei ik van nou, ik heb 2 mededelingen voor u. 1. Uw verhaal kan niet kloppen, want de lijst is 30 MB groot en in de mailbox past 10 MB. Dat was pure bluf. Ik zeg, en 2, u kunt doorgaan met verhalen ophangen. Wij luisteren niet meer naar u. Tenzij u nu met een hard overtuigend bewijs komt, wij gaan nu publiceren. Waarop die man opeens zegt, ja, ik dacht dat ik nog wel een paar uur kon rekken. Oh, die wilde een paar poetjes kopen op KPN. Ja, dat zal het geweest zijn, ja. Maar goed.
Ja, nou zou colopties kopen op het moment dat natuurlijk dat KPN niet de oorzaak bleek te zijn. Maar toen gebeurde er wat grappigs, want toen ging KPN niet zeggen, oh, maar dan gooien wij onze mail weer online. Dat had ik zelf wel verwacht, van nou, dit wordt stoer, weet je wel. Binnen een uur is de mail weer online van heel Nederland en dit heb je dus eventjes gecheft. Maar het feit dat deze data niet afkomstig is, betekent niet dat als er een aantal hacks al hebben plaatsgevonden, dat er niets aan de hand is. Betekent alleen dat deze data daar niet van afkomstig is. Dus dat moest eerst nog worden uitgezocht. Dat was wel interessant. En opeens begon bij mij het besef te komen van, hé, dit is eigenlijk wel raar. We hebben hier een bedrijf dat is ISO gecertificeerd. Op de ISO 27001 norm. Blijkt al elke keer dat daar iets meer aan de hand is. Verouderde software te gebruiken. Zelfs gewaarschuwd te worden in audits. Van, hé, dit gaat niet goed. Doe er wat aan. En dan doen ze het niet. En dan blijven ze dat certificaat houden. En dat is het tweede punt waar ik me dus echt heel veel zorgen om maak. Komt de dag dat wij als maatschappij moeten zeggen, ja, ISO 27001, het zegt mij niks meer. Ik kan daar niet meer op vertrouwen. Ik denk nog niet dat we op dit moment bij dat punt zijn aangeland. En ik denk dat in Nederland auditors nu toch wat moeilijker gaan doen dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Maar dit is wel iets waar we heel waakzaam voor moeten zijn. En dat is ook zoiets waarom ik een beetje het geloof aan het verliezen ben. Is dat de politiek enige greep heeft op alles wat met technologie te maken heeft. Gewoon heel simpel, misschien omdat ze het niet snappen. Brenno, kan het niet zijn dat de ISO-standaard om eigenlijk te veel mogelijkheden tijdens aan bedrijven om daar hun eigen uitzonderingen te maken? Ja, maar er zitten wel harde eisen in. Over procedureel bijhouden van je machines. En op het moment, ik had toen op een gegeven moment vorige week of de week ervoor dat verhaal, die machine PEM.kpn.net, die zeg maar voor beheerd werd gebruikt door 15.000 ondernemers, die gewoon zwaar verouderde software gebruikten, en waarvan KPN, dat heb ik ze echt een paar keer moeten uitleggen, van, en daar, dit is die IP-adres, en daar staat hij, en dat ding konden ze niet zo vinden. Ja, daarmee had je dus nooit ISO mogen halen. Het kan niet wezen dat er computers in jouw netwerk zitten die niet geregistreerd zijn en waar niks van wordt bijgehouden. En weet je, dit wil ik ze één keer cadeau geven. Dat je in een heel groot netwerk op een gegeven moment één of twee servers een keer uit het oog verliest. Allah. Maar het ging om die andere servers. Het ging om de core route die zwaar verouderd was. En daarvoor hadden we ook al een heel ernstig incident gehad met Gemnet. En KPN heeft nog een incident gehad dat ze zijn gestopt met de uitgifte van certificaten. Omdat er, zoals ze het zelf noemen, een vlekje op de website was aangetroffen. Ja, het is niet dat het bij KPN uit de lucht is komen vallen en dat er niets aan de hand is. Er is gewoon een hele structuur. En weet je dat er een hacker binnenkomt op jouw core router en jouw netwerk, dat mag niet, maar dat snap ik nog. Maar dat je dan vervolgens daarachter een heel netwerk hebt met zwaar verouderde software, waar je de auditrapporten van op de plank hebt liggen, dat kan niet waar wezen. Dan zit er of iemand te frauderen in die organisatie, en die hoort dan met de heggenstraat te worden gecastreerd, of iets anders wat zeg maar zeer gepast is. Of ze hebben er zo'n puinhoop van gemaakt, Dat op dat moment dat je nu gewoon moet zeggen van ja, u bent nu niet meer ISO gecertificeerd. Ik heb KEMA dat ook gevraagd en KEMA gaat dan vervolgens zeggen nee, maar wij zijn nu niet het loket meer. Wij hebben nu een ander loket. Dus ik ga nu al die loketten rustig aflopen. Net zolang totdat je iemand zegt van ja, nee, dit is inderdaad wel vreemd. Maar dit vind ik nog veel erger dan die hele inbraak. Weet je, daar hebben dus een aantal mensen ingebroken. Die hebben een aantal dingen gedaan die absoluut niet kunnen. Maar that's it. Maar het begon er weer mee dat KPN zijn zaken weer slecht op orde had. Een bedrijf waarvan wij in te goede trouw hadden mogen verwachten dat ze dat wel hadden gedaan. En daar maak ik me dus langzamerhand zorgen over. En ik merk gewoon dat als er nu kamervragen worden gesteld, dat echt de verkeerde kamervragen worden gesteld. Weet je, dat wat vindt u ervan? Interesseert mij dat wat een minister ervan vindt? Wat gaat hij doen? En waarom is er geen vraag gesteld over de waarde van de ISO-normering? Overigens gaat hij nu wel bij het debat. Er wordt de 20e, geloof ik, een debat gehouden in de Tweede Kamer hierover.
Nou heeft vanuit GroenLinks beloofd dat die vraag nu wel gaat worden gesteld. Maar daar draait het om. Van wat moeten we nu doen om dat vertrouwen te herwinnen? We hebben internationaal zoveel schade opgelopen door dat hele gedoe met DigiNotar. Hoe gaan we dat nu herstellen? En hoe gaan we nu van zorgen dat over 5 jaar tijd we wel een basaal niveau van beveiliging hebben? Ik vraag geen wonderen. Ik vraag ook niet 100% beveiliging of dat soort dingen. Maar ik vraag wel dat als mensen mijn gegevens verwerken, dat ze dat op zo'n manier doen, dat ik niet bang hoef te zijn dat het wel heel makkelijk is om identiteitsdiefstal te plegen. Maar hoe zouden we dat volgens jou moeten doen? Nou, 1, we moeten zelf heel terughoudend gaan worden in het geven van gegevens. En het ook heel normaal gaan... Wij als burgers. Wij als burgers, ja. Om een leuk voorbeeld te geven. Ik ging van de winter naar CCC, de hackersconferentie. Check-in in een hotel. Er wordt gevraagd, wat is uw adres? En u wilde nog wat van die gegevens, weet ik van, waarom wilt u dat weten? Ja, voor de computer. Nou, na Lektober is dat niet het meest overtuigende argument, kan ik u zeggen. Dus ik zeg van, ja, dat vind ik niet nodig. Bent u het verplicht om aan mij te vragen? Ja, ja, op basis van regelgeving. Welke regelgeving dan? Kunt u me dat uitleggen? Want ik snap het niet. En je mag altijd als burger gewoon een vraag stellen. Ze kunnen ook zeggen voor een onderzoekje. Sorry? Ze kunnen ook zeggen voor een onderzoekje. Ja, maar dan heb ik de keuze om te zeggen, daar doe ik niet aan mee. En dan kun je gewoon op de Europese directive beroepen, die gewoon zegt van dat jij niet verplicht bent om gegevens zomaar te geven. We hebben recht op gegevensbescherming. Nou, wel eens niet is, wel eens niet is. En op een gegeven moment wordt die vrouw boos en die zegt in gebroken Engels, if you continue like this, then I'll just give you your room key and I will not register you. Ik denk van, nou, dat was precies wat mij om te doen was. Dus dat... Nou, een paar weken geleden moest ik voor een persreis in Garmisch-Partenkirchen zijn, check-in in mijn hotel. En er werd gevraagd of ik mijn adresgegevens wilde geven. Ik zeg, hoezo? Ja, voor de computer. Ik denk, die heb ik eerder gehoord. En er gebeurde dus hetzelfde. En het eindigde weer in niet geregistreerd worden. En zonder dat je... Ik bedoel, ik ben niet uit op het conflict. Maar ik ben wel heel bewust van... Ja, waarom wil je dit registreren? En wat ga je met die gegevens doen? En het is gewoon normaal dat wij dat doen. Mogen we even een kopietje van uw paspoort maken? Mag ik dan, als dat echt moet... Mag ik dan eerst nog even mijn burgerservice nummer doorkrassen? Want anders wordt het wel heel makkelijk om op allerlei zorg te gaan genieten op mijn burgerservice nummer. Nee, maar ze heeft dat wel met beveiliging te maken. Ja, maar dan kijk, er wordt altijd gezegd voor u in onze veiligheid dan. Maar... Van een hoteldeur, kamer waar je slaapt, bij wijze van spreken. Maar waarom heeft die dan je burgerservice nummer nodig? Het is trouwens voor mij verboden om te vragen hoe dat. Ja, dat is bovenmatige gegevensverwerking. Er zijn bijzonder veel organisaties omdat die... Omdat mensen hebben dubbele namen. Ze hebben plastic. Maar waarom... U brengt zijn auto, je moet een kopie rijbewijs aangeven, daar sta je bezig. Je bent verplicht om een bepaalde gegevens te geven. DSS heb je niet nodig, want je hebt een paspoortnummer. Geen paspoortnummer, dat is uniek. Ja. Sterker nog, het staat gewoon op. Ja, maar daar moet je het dus eventjes door... Nee, maar je bent niet verplicht... Je bent niet verplicht om gegevens te geven. En voor de hotel is het... Wat, kijk, het was logisch geweest als ze zeiden van... Mag ik uw legitimatie zien? Want u gebruikt uw creditcard. En ik wil checken dat die naam op de creditcard dezelfde is als in uw paspoort. Als ze daarvan overtuigd willen worden... Geen enkel probleem mee. Dat is namelijk een logische handeling. Maar het zomaar voor in de computer je gegevens achterlaten... dat is... ik heb ook... Ben je belastingbetaler of niet in Europa, ja of nee? Dat is niet een taak van het hotel om dat uit te voeren, die controle. Dat is een overheidstaak. Ook niet meer, ah, okay, dit is voor de vreemdelingenwet of zo, de politie eist dit. Ja, dat, bijvoorbeeld in Italië geldt dat. Wat ik in Italië wel eens heb gedaan, is vervolgens gezegd van... Nou, ik wil prima mijn identiteitskaartnummer achterlaten, maar niet verdere gegevens. Omdat ik daar gewoon ook een eigen beveiligingsbelang bij heb. Hoe weet ik nu of dat hotel fatsoenlijk omgaat met die administratie? En zeker in Italië. Maar nu hebben we het zo geregeld, en misschien dat het in de toekomst anders is, maar nu is het zo geregeld dat een private organisatie
doorgaans geen overheidstaken uitvoert, tenzij ze daarmee belast zijn. Bijvoorbeeld een garagebedrijf het doen van APK-keuringen. Maar dan is in Nederland het zo geregeld dat dat stukje van die garagebedrijf, daar kun je dus ook, dat is een bestuursorgaan, dat is overheid. En je kunt zelfs een WOP-verzoek indienen bij je garagebedrijf. Dus ja, dat is best leuk hoor. Om mee te dreigen als ze erg lastig zijn. Maar en het wordt ook wel heel creepy als natuurlijk private organisaties, zonder dat je daarin bezwaar en beroep kunt, wat al een uitgeklede vorm van het recht is. Hè? Bestuursrecht is een hele zwakke vorm als je dat naar strafrecht zet. Naar strafrecht heb je allerlei mogelijkheden, maar bijvoorbeeld, we hebben nu al de situatie in het... Het strafrecht wordt toch geregeld door een bestuursrecht? Nee. Ze zitten aan elkaar gekoppeld, nee. Dat kun je niet doen. Nee, dat zijn echt losse sectoren. Ja, dat... Ik heb bij beide nog wel eens te maken. En, bestuursrecht is echt een losse vorm. Als je bijvoorbeeld een uitkering hebt en je fraudeert daarmee, dan kom je in het bestuursrecht terecht. En dat betekent dat er opeens dingen mogelijk worden die in het strafrecht gewoon compleet ondenkbaar zouden zijn. Als de politie zaken doet, dan moeten zij zich aan hele strakke regels houden. Anders is de officier van justitie niet ontvankelijk of kan dat op de strafmaat invloed hebben. Bij bestuursrecht wordt alleen maar getoetst op één vraag. Had je in redelijkheid als overheid met de voorliggende informatie tot een besluit kunnen komen? En dat betekent dus dat je eigenlijk alles mag doen en laten wat je wil, als je maar zorgt dat die informatie er ligt. En dan kan zelfs een bestuursrechter daar niet overheen stappen. Ik heb wel zaken verloren bij de bestuursrechten met WOP-verzoeken die zo evident waren dat je het gelijk aan je kant hebt. Maar ja, in redelijkheid had men tot dit besluit kunnen komen en dan is de bestuursrechter uitgepraat. En dan lees je, dan druipt het gewoon uit het vonnis. Daar staat nog net niet bij van in godsnaam ga naar de Raad van State. Maar ze bedoelen het eigenlijk wel. Dus dat zijn wel echt twee losse dingen. Dus als je dan nog iets bij bedrijven zou neerleggen, dat zou wel heel creepy worden. Dat hebben we trouwens al gedaan hoor, met boetes in bussen en treinen en zo. Dat ligt al bij bedrijven en dat functioneert niet heel erg. Parkeerboetes waarschijnlijk net zo? Nee, valt onder, dat is naheffing parkeerbelasting, valt gewoon onder bestuursrechter. En tenminste niet voor fout parkeren, want dan is het gewoon een normale mulderzaak, maar ja. Maar toch nog over die, want ja. Ja, één. Inderdaad, wij moeten zelf dingen beter doen. Wij moeten zelf kritisch zijn. Je moet heel voorzichtig zijn met het openen van mailtjes. Twee, het is heel normaal als er gegevens worden opgeslagen, dat je eens gaat vragen van, en wat doet u nu aan beveiliging? Wat wel leuk was tijdens Lektober is, dat er op een gegeven moment een aantal gemeentes boos kwamen, bij me kwamen van, leuk hoor, al die artikelen. Maar nu krijgen we honderden telefoontjes van burgers die nu vragen hoe wij met hun gegevens omgaan. Ik denk, yes, eindelijk. Want daarmee geef je aan van, hey, u beheert onze gegevens, u moet daar fatsoenlijk mee omgaan. En dat moet ook op enig niveau. Ik bedoel, dat je moet niet eens een keer een vraag krijgen. Maar als je er in één keer dus een paar honderd krijgt, ja, dan wordt dat wel nieuws en dan wordt dat wel een verhaal. Dat is één. Of twee inmiddels al. Drie. Dat gebeurt nu op Europees niveau. De regels gaan worden aangescherpt. Straks kunnen er boetes worden opgelegd die 2% van de jaaromzet van een bedrijf zijn. Ja. Per overtreding. Dan begin je inderdaad privacy op de agenda te zetten. Dat je zegt van nou, dit kan voor sommige bedrijven, in sommige branches kan dat betekenen het verschil tussen winst maken of verlies draaien. Ja, want in sommige branches is dat zo krap. Maar 2% moet je ook aan je aandeelhouders gaan uitleggen. Dus als je beursgenoteerd bent en je heet KPN en je krijgt opeens een boete van 2% van je omzet, omdat je slecht met persoonsgegevens, dan hebben we het dus echt gewoon over boetes van enkele tientallen miljoenen. Dat moet je aan de beurs, dat moet je op de beurs gaan uitleggen. Dat wordt vervelend. En het is heel... Boetes voor overtreding, zijn dan... Van de wet bescherming persoonsgegevens. En de wet bescherming persoonsgegevens wordt daarnaast nog aangescherpt. Maar dat... Ja. En jij gaat ook mee. Oké, doei. Spreek elkaar. Yes, spreek je. Hoi. Even denken. Je
er is een hele bekende beveiligingsexpert, Bruce Schneier, die altijd zegt, change the economics and you'll win. En ik ben daar ook heel erg in gaan geloven. Ik zou het zelf, maar helaas, ik mag niet. Ik zou heel graag strafrechten willen zien bij privacy schendingen. Dat je namelijk directeuren in handboeien kunt afvoeren op het moment dat dingen massaal misgaan. Niet omdat ik zo graag... dat ook wel, maar... niet omdat je directeuren van de straat wil zien, maar wat je wil, dat je wil laten zien dat je mensen in hun persoonlijk leven heel erg raakt. Op het moment dat jij het slachtoffer wordt van identiteitsfraude, staat jouw leven behoorlijk op zijn kop. Heb je niet om gevraagd, kun je niks aan doen. En dan krijg je dus bedrijven die dan vervolgens gaan al lanterfantend gaan roepen dat het allemaal wel meevalt en allemaal niet zo erg is. Daar wil je dus wat. Zou je het liefst ook wat mee willen. Alleen, ik denk dat we daar nog heel eind weg van zijn. En je zullen grotere cellen moeten hebben. Want die ego's die passen anders nooit in zo'n klein hokje. Dat is veel te ingewikkeld. Economie veranderen. Daarnaast misschien, en dat klinkt heel flauw. Maar ik zou me kunnen voorstellen, en de Nederlandse Vereniging van Banken roept dat nu bijvoorbeeld ook. Dat als mensen echt heel erg nalatig zijn. En dan heb ik het niet over een keer een foutje maken, maar dan heb ik het over, je draait Windows 98, hebt geen virusscanner. En gaat continu naar porno-sites toe waarvan je weet dat ze van twijfelachtige afkomst zijn. Is het dan reëel om te verwachten dat dan de bank bij identiteitsfraude, hè, als ze dus bijvoorbeeld zo'n sessie overnemen, dat dan de maatschappij alles maar betaalt? En een derde, en daar ben ik momenteel mee in overleg met het Openbaar Ministerie, of het opportuniteitsbeginsel niet meer kan worden gebruikt. Dat het Openbaar Ministerie tegen een aantal bedrijven zegt, als u zo met beveiliging omgaat, dan verspilt u uw recht dat wij tonnen gaan steken in een strafrechtelijk onderzoek. En dan gaan wij niet dure rechercheurs inzetten op dat soort zaken, alleen omdat u iets heeft gedaan en u nalatig bent geweest. Dus, en daar is voedingsbodem voor binnen het Openbaar Ministerie. Want we gaan gewoon veel meer zaken krijgen. En dan kun je in een aantal gevallen gewoon zeggen van ja, sorry, jammer maar helaas. Maar u komt nu niet meer in aanmerking voor, zeg maar, dure inzet van opsporingscapaciteit. Want we zullen uiteindelijk toch keuzes moeten maken. En het is natuurlijk te bizar voor woorden dat een vliegschool, als zij hun zin hadden gekregen, dat die dus gewoon een tonnenverslindend onderzoek kunnen triggeren. Maar dan wordt de rechtszaak helemaal kort gesloten en... Dan wordt er gewoon geen strafdossier geopend. Nou, maar dat ligt toch wel? Gewoon aan de beleidsvoering, hoe men daar... Ja, maar dat moet... Effectief men mensen daarop inzet. Ja, maar dat gebeurt dus nu, in bijna alle gevallen wordt het wel gedaan. Bijvoorbeeld, achteraf bekeken, dat wist ik niet toen het speelde, maar mijn strafzaak heeft het OM met lange tanden gedaan. Die hebben vanaf het begin hier geen zin in gehad. Dat wist ik niet. Dus ik ben er heel agressief ingegaan. Want dan had ik ook, als ik dat vooraf had geweten, ja, dan had ik ook wel geweten dat het een CPO zou worden. Maar dat betekent dus dat 5 rechercheurs van de straat zijn geweest en al die tijd bezig zijn geweest, alleen omdat ze bang waren dat TransLink Systems anders zo'n artikel 12 procedure zou starten. Nou, als je dit dus in de richtlijn gaat meenemen, en daar wordt dus nu serieus naar gekeken met een aantal andere dingen. En we zijn er nu nog over aan het nadenken van wat haalbaar is. Want je moet ook geen vrijbrief gaan geven van, nou, betekent dus als beveiliging slecht is, ga overal maar inbreken. Dat zou namelijk meteen het andere uiterste zijn. Dus je moet er wel een balans in vinden. Maar er zijn gewoon in Lectobe voorbeelden langsgekomen dat als dat had geleid tot aangifte, dat je echt moet gaan afvragen van, ja, is het nu redelijk dat de maatschappij dit betaalt? En dat we dat dus ook veel meer nog zo gaan communiceren. Van, u maakt gebruik van dure opsporingscapaciteit. He, omdat we dus hier die energie in steken, kunnen we bijvoorbeeld in het, ik noem maar iets, een pedo-onderzoek als naar zo'n Robert M., kunnen we dus minder mankracht op inzetten. Ja, dat zou gewoon extreem onwenselijk zijn. Nou, in die hoek wordt dus nu ook gekeken of je daar dus... En dan zou een deel van de opsporing zou uiteindelijk misschien kunnen gaan verplaatsen naar het uiteindelijke misbruik van de data. Aan het eind van de keten. Zo'n BSN wordt het wel handig. Hoe bedoelt u? Net wat ik zeg. Als je iets ontwikkelt, ook met programma's, dan is daar toch altijd iemand bij die de voor's en de tegen. Dus je ontwikkelt iets
En je maakt een product of je maakt een programma en je hackt het. Of je weet hoe het gehackt kan worden, want je weet ook hoe het gemaakt is. Dus je weet ook hoe je erin kunt komen. Ja. En op het moment dat jij van heel simpel van positie gaat veranderen binnen een ander bedrijf, heb jij voldoende know-how om dat weer te gebruiken. Om te misbruiken. Ja, natuurlijk. Nou, er is een hele manier van software ontwikkelen, waarbij je dus weet hoe die software werkt en waarbij dus een hele gemeenschap daarop kan reageren. Van dit zijn de zwakheden en let daarop. Open source heette dat. Dan zou je inderdaad die stap al kunnen voor zijn. Want wat je natuurlijk nu hebt is, als het gesloten is, inderdaad een paar mensen weten het, dan staat dat wel open voor misbruik. En we hebben natuurlijk bij Microsoft gezien dat uiteindelijk het geheim houden van de code dingen niet veiliger maakt. Integendeel. Ja, dus ja. Maar het BSN-gebruik is echt wel een risico, hoor. Ik kan nog één voorbeeldje geven uit de VS. Ik heb ooit daar een vriendin gehad. En zij wilde een nieuwe telefoon. Eigenlijk wilde ik ook wel een aansluiting. Ze zouden naar zo'n duo-SIM-oplossing gaan. En toen zegt ze van, dit is mijn burgerservice nummer, regel jij het maar eventjes voor me. Ik zei, nou, dat gaat niet lukken, zeker niet zonder je leger. Zegt ze, nou, neem je mijn rijbewijs mee. Dus ik nam haar rijbewijs mee. Dan sta je daar dus als man. En met je Dinglish. En die vragen dus ook van, waar komt u vandaan? Nou, uit Nederland. En vervolgens mag ik dus op naam van een Amerikaan gewoon zo'n contract afsluiten. Geen enkel probleem. Ja, echt, hoe bizar kun je het hebben? Ja, maar wij zijn ook daarnaartoe aan het slaapwandelen. En als we daar niet alert op zijn en daar niet iets tegen die misbruik doen, dan gaat dit gewoon gierend mis. Dit kun je op kilometers afstand zien. Er zijn nu al mensen die niet legaal in Nederland verblijven, die zorg genieten op basis van het BSN van iemand anders. Dat gaat op een gegeven moment ook voor andere toepassingen worden gebruikt en dan worden we er minder vrolijk van. Dus ja, ik vind. Ik zou vrij spreken met iemand ook van BSN en kunnen optraceren op het moment dat ze geregistreerd worden. Wie is hier ondernemer trouwens? Wat is je burgerservice nummer? Gebruik je dat ook nog wel eens elders? Ja, ik moet het wel. Ja, Is mijn BTW-nummer. Ja, je BTW-nummer is namelijk ook je burgerservice nummer. En het staat gewoon in de wet dat je die dus boven je correspondentie moet zetten. Dus ik ben verplicht om mijn eigen burgerservice nummer te lekken. Als eenmanszaak. Ja, maar hoeveel eenmanszaak heb je in Nederland? Ja. En hoeveel procent stijgt dat per jaar? Al zou het een groep van 10.000 mensen nog maar zijn, wat het niet is, hè, want het gaat om honderdduizenden. Maar dan betekent het toch dat wij als land gewoon weigeren na te denken over de consequenties van hoe wij omgaan met data. Weet je, wij wensen het gewoon niet te doen. Het is gezeur dat jullie nu al bijna anderhalf uur aan het luisteren zijn naar gezeur over privacy is vrij uniek, hoor, kan ik je zeggen. Ja, het probleem is natuurlijk, ik ben een softwareontwikkelaar en ik heb wel met discussies gehad met klanten om uit te leggen waarom beveiliging handig is, maar die snappen het gewoon niet. Je krijgt het niet na dat ook. Maar en waarom zou ik het doen? Want waarom zou iemand mij dan willen pakken? Dat niet eens alleen. Nee, hebben ze dat niet? Ook voor het feit dat zeg maar mijn klant gegevens van anderen beheert. En daar moet ik dingen mee doen. Dat ik ga uitleggen, hoe dan moet je mee opletten. We hebben zijn persoonsgegevens. Ik krijg het niet uitgelegd. Die snappen niet. Zij snappen het niet. Dat vind ik wel belangrijk. Maar niets, wat ik echt belangrijk vind, is fraude. Ik ben iedere keer als ik ga internet bankieren, ben ik blij als ik zie dat mijn saldo niet gehackt is. Mijn werkgever heeft webapplicaties waar je bijvoorbeeld adreswijzigingen elektronisch door kan geven. Ik ben blij dat mijn studenten niet inloggen en zelf de cijfers gaan veranderen. Dat hebben ze afgeschaft, omdat ze dat. Maar dat soort dingen, daar ben ik bang voor. Dat iemand wijzigt mijn adres. Ja, ik wil je geen angst aan praten, maar we hebben meerdere voorbeelden in bijvoorbeeld de regio Rotterdam gezien, waarbij met DigiD de adresgegevens of de bankgegevens van voor teruggaven zijn aangepast. Daar ben ik voor. En voor privacy, ja, dat vind ik wel erg, maar
Nee, maar het vervelende van het privacyprobleem leidt uiteindelijk tot identiteitsfraude. Dat is gewoon nu wat je in de praktijk ziet gebeuren. Wat is volgens jou de stand van zaken voor de wetbescherming persoonsgegevens? Ik bedoel, ja, meer sancties en betere sancties, maar biedt die wet zelf voldoende waarborgen? Neemt daar wat er voldoende in afgezet? Of mag dat ook nog een heel stuk schrijven? De wet is... In mijn ogen biedt de wet voldoende waarborgen. In de zin van, alles wat in die wet staat, deugt gewoon. Er zijn weinig dingen waar ik zoiets heb van... Ik heb er een boek over geschreven en als je je braaf inderdaad aan de regeltjes houdt... Klopt het aan alle kanten allemaal. Alleen de executie van de wet, en dat zie je wel vaker in Nederland... Ja, daar is het dus dramatisch... dat los je dus niet op met de regels wat aan te scherpen. Als dat CBP continu bij bedrijven binnen zou zijn... en op een gegeven moment een bedrijf wat het slecht doet als KPN... krijgt in 1 week 6 brieven binnen van... nou, u heeft nu in 1 week 6 incidenten gehad... en wij willen daar nu informatie over hebben. Ik bedoel, als dat gaat rondzingen, dan functioneert zo'n wet vanzelf wel. Maar het is nu een soort dode letter. Ik vergelijk het heel vaak met de wet openbaarheid van bestuur... in theorie heb ik toegang tot alle overheidsdocumenten. In de praktijk eindigt 90% van de zaken in geprocedeer van mijn kant uit. Oftewel, de wet werkt niet. En dat zie je dus bij de WBP. Ik heb ook samen met het OM gekeken tijdens Lektober. Hè, van iedereen die dus agressief naar mij toe was. Van kunnen we gewoon, kan ik niet naar jullie toe stappen en gewoon zeggen van... nou kijk, deze zaak heb ik. Hier heb je de WBP. Kunnen jullie niet strafrechtelijk iets gaan doen? In de richting van gewoon de gehackte partij. Dus gewoon het nu in één keer omdraaien en gewoon terug in hun gezicht. En in een aantal gevallen wilde het OM best wel. Maar de wet is er gewoon niet geschikt voor. Ik had pas een voorbeeld van antiekewapens.nl. Krijgen echt een mega agressieve reactie terug van die eigenaar van die website. Van ja, en die data is toch niet belangrijk. Want alles is openbaar al. Nou... Daar stond daartussen stond Koen B. Koen B. Is bekend van die aflevering van Peter R. de Vries, die wapenhandelaar. Ik wist dat hij in de buurt van Gouda woonde, maar nu weet ik precies waar hij in Gouda woont. Dat stond niet open en bloot op de site. Los daarvan heb ik opeens in handen een lijst met adressen dat als ik daar inbreek, dan weet ik zeker dat ik wapens ga vinden. En hoe duur ze zijn? En inderdaad ook nog... Nee, maar we hebben zelfs al staan ze dus niet op de site genoemd. Per definitie ga er maar vanuit dat op die adressen de vindkans van wapens ongelooflijk groot is. Met alle gevolgen van dien. In een land waar wapenbezit in theorie verboden is. En vervolgens krijgen ze een mega agressieve reactie. En we zullen aangifte gaan doen. En die hacker zal het nog wel te horen krijgen. En vervolgens zie je dus een OM dat denkt van... Oh mijn god... Dat gaat dus om 500 mensen. Dat zijn dus mogelijk 500 wapens extra op straat. Ik bedoel, die zitten te denken aan gewapende overvallen, schietpartijen, dat soort zaken. Dat is hun absolute nachtmerrie. Maar ja, ze konden dus niks doen, want de WBP schiet daarin tekort. Want dat hoort niet in een strafrecht thuis. Dat hebben we nu allemaal eenmaal belegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. En dat gaat dus onvoldoende. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld. En dat geeft ook iets heel scheefs. Hè? De hacker die ter goede trouw iets aantoont, kan dus inderdaad strafrechtelijk worden vervolgd. En zal waarschijnlijk in dit soort gevallen zich kunnen beroepen op de journalistieke exemptie. Hè? Dus dat hij niet wordt veroordeeld. Omdat hij het ter goede trouw deed om een misstand aan te tonen. Maar aan de andere kant, de partij die het liefst nog veel harder zou willen aanpakken, namelijk degene die het zover heeft laten komen, daar kun je dus niks tegen doen. Op meerdere gronden niet. En nogmaals... Vlak hiervoor zei je dat je wel tevreden was met die wet. De inhoud van de wet ben ik tevreden mee als je een effectief CBP zou hebben. Als je een College Bescherming Persoonsgegevens zou hebben dat voldoende mankracht heeft om op het moment dat ik een artikel schrijf, daar gelijk twee mensen op die zaak te zetten. Het is wel meer dan alleen mankracht, want CBP heeft dus kennelijk geen sanctiemogelijkheden. Nee, maar die gaan nu komen. Dus er gaan nu sanctiemogelijkheden komen, maar daar heb je pas wat aan als je bij enige regelmaat op een verjaardagspartijtjes hoort van dat iemand dus ook weer een bekeuring heeft gehad, zeg maar.
Dan begint zoiets pas te werken en dan hoeft het OM ook niets te doen. Maar waar ik dus nu mee zit, is die rechtsongelijkheid. Ja, en het domme is nog, omdat ze 4.000 euro per strafzaak maximaal krijgen, kan het economisch nooit uit om de mensen op te zetten. Het is nog echt, als ze daar een miljoenen voor vangen, gaan er vanzelf rechercheurs komen, want ze verdienen er geld aan. Sterker nog. Het is heel dom, dat bestaat. Het moet gewoon eigenlijk zelfsupporting worden. De bedrijven die gepakt worden, moeten gewoon het college beschermingspersoongegevens gaan betalen. Ja, het erge, maar je zult zien dat als daar dus miljoenen binnenkomen vanuit strafzaken, dat er dus ook meer mensen op worden gezet. Er moet dus niet alleen dat boete, economische gedachte zit er zeker in, ook bij de overheid. Dus niet alleen de boete, maar ook nog eens een keer het CWP sponsoren. Ja. Betaal we terug niet dat onderzoek? Nou, daar is juridisch ook nog wel wat tegen te zeggen. Hè? Dat, normaal betaal je niet, als jij als inbreker, betaal je niet de agent die het op onderzoekt. Zijn loon betaal je niet. En dat is ook misschien wel... Dat is misschien maar goed ook. Binnen een rechtsstaat weet ik niet inderdaad of je dat... Sorry? Voor de hekken is dat dan goed. Nee, maar nee, want... Gebruik dan als overheid de boetes die je oplegt aan een KPN om het CWP te financieren. Ik wil heel graag hebben dat af en toe de overheid onredelijke hoeveelheden capaciteit tegen zaken aangooien. Als zo'n Robert M. gebeurt en ze zetten daar honderden agenten op, dan word ik daar alleen maar vrolijk van. En dan, dat niet verhaalbare schade is, dat zij dan maar zo... Maar als zo'n heel netwerk kan worden ontleed en zij doen daar gewoon goed werk, dat als er een kind wordt vermoord of een man wordt vermoord of wat dan ook, dan wil je heel graag hebben dat er heel veel politieagenten op zo'n zaak worden gezet. Al was het maar of iemand wordt vermist, dat je onevenredig veel capaciteit aangeeft tegen het opsporen van de mensen die vermist worden. Maar jij zei dat alleen GroenLinks... Een beetje daar... Nee, ik zei, bij het volgende debat gaat GroenLinks daar nu wat vragen over stellen. Van de wakkere partijen zijn op privacy en gegevensbescherming gebied en niet in de lach schieten. GroenLinks, SP, heel hard voorvechtend op dit moment de PVV. D66 niet meer zo. Dat is echt vrij bizar. ChristenUnie doet best wel wat. En het CDA wisselt per dossier. Dat. Maar ik vind zelf de PVV een hele geestige. Omdat dat is nou niet het eerste waar je die partij nu het meest mee associeert. Nee. De grap is dat het valt buiten het gedoogakkoord. En daarmee kan dus dat Kamerlid kan zich profileren erop. Die heeft nu dat van DigiNota gezien, die is daarvan geschrokken en die is gewoon wakker geworden. En het is heel flauw, maar soms hangt het in de politiek op één of twee personen. En zijn assistent snapt het ook best wel goed en die is best wel enthousiast computer gebruiken. En die is nu ook wel eens een keer bij een hackerspace wezen kijken en zo. En die heeft daar wat emotie bij gekregen. En zo flauw werkt het, dan gebeurt er dus wat. Het was in de tijd Johanna van Boter een aantal jaren geleden, ja, die zich zo zat in die ICT, en dat was de LGR, dat is D66 zo, en met zoveel patent en zo, dat toesnapte, zeg maar. Dus je ziet dat inderdaad... Nou, dat vind ik trouwens een heel mooi voorbeeld van je. Want dat was inderdaad die softwarepatenten. Daar heeft deze gemeenschap, en dat zijn toch een groot gedeelte van die gemeenschap, was toen eigenlijk ook wel bij die actie betrokken. Juist zo'n community kan dan heel veel bereiken. En we hadden allemaal het idee van, nou, met die softwarepatenten, dat is gelopen koers en daar hebben we dus niks meer in te zeggen. En opeens, van het een op het andere moment, sloeg de stemming om. En ik geloof in 2 weken tijd was het opeens het hele dossier stuk. En dan zie je dus, al neem je het op tegen een lobby, op een gegeven moment dat als je gewoon met hele feitelijke informatie komt, kijk ook naar de stemcomputers, dat uiteindelijk het mogelijk is om mensen dat toch wel tussen de oren te krijgen. En ik vind de stemcomputer nu een grappige. Dat pas werd weer een poging gewaagd om toch weer eens te gaan beginnen. En dan wordt er van BZK vooral gezegd, nou... Daar gaan we even heel rustig en langzaam en goed over nadenken. Daar hebben we eventjes nu geen zin in. En je zag daar dus elke keer als er dan partijen in de Kamer bij die commissievergadering wat zei, dan die zaten, politici zaten daar zitten dan ook ambtenaren. En dan van, ja, we willen eigenlijk snel met een test beginnen. En dan zag je echt gewoon 3 van die mondjes gaan van, nou, dat denken wij dus eventjes niet als ambtenaren.
En het grappige was dat op een gegeven moment ook Spiessen heel erg begon van, nou, daar moeten we dan maar eens heel goed gaan kijken hoe zo'n test vorm moet gaan krijgen. En daar willen we dan wel weten waar we aan gaan beginnen. Dus daar was het heel erg tussen de oren van, nou, stemcomputers, dat nooit meer. Daar zijn we zo mee onderuit gegaan, dat willen we niet een tweede keer. En het grappige is dat je nu de kans hebt om dat beveiligingsdossier ongeveer hetzelfde te bewerkstelligen. Dat men zoiets heeft van, oeh, maar dit moeten we dus niet willen. Dus ja, doe daar dus ook je goede ding mee. En dat kan dus ook op lokaal niveau, hè? Want ook daar is de kennis niet zo heel erg goed, kan ik je zeggen. Zijn er nog andere vragen, opmerkingen, kritiekpunten? Een algemene opmerking. Het gaat al heel de tijd over beveiliging. Ja. Als je beveiliging bekijkt, dan gaat het altijd over vertrouwen. En dat wordt er ook niet gehoord. Het is niet zo dat je zegt, maar het is zo van dat jij moet op die data letten, maar waar moet je op letten? Vertrouw jij de partij met de data? Nou, daar hebben we het zijdelings inderdaad maar over gehad bij de ISO-normering. Dat is. Weet je wat het probleem is? Op het moment dat ik als journalist die kaart ga spelen, dan heb ik op dat moment de rol van journalist naast me gelegd, want dan ben ik aan het stemming maken. Dan ben je echt bezig van die club is niet te vertrouwen en die club is wat mee. En nu is het heel sec zakelijk van kijkt u eens, dit is het lek, dit zijn de problemen. En dat vertrouwen, daar hoor ik inderdaad wel partijen over spreken. Maar dat zou ik pas voor het eerst die kaart gaan trekken als er harde signalen zijn dat bijvoorbeeld mensen certificeringen niet meer vertrouwen. Of opeens een KPN klanten gaat verliezen. Maar de realiteit is helaas nog altijd dat na een groot datalek bedrijven daar nauwelijks hinder van ondervinden. Maar het is wel een kaart die je kan spelen. Het is gebaseerd op vertrouwen, maar je kunt wel de vraag stellen. Kennelijk vertrouw jij op dat alles goed gaat. Wat baseer je dat op? Bij de overheden heb je geen keus. Die hebben je ook geen keus. Dus die kun je niet zeggen, ik vertrouw de overheden niet, dus ik ga maar naar een andere partij. Ja, dat is werkt niet heel erg goed. Ja, je kunt verhuizen naar het buitenland, maar... Dat ben ik nog erger. Maar ja, goed, ik zit niet op tafel. Twee overheden. Daarnaast, wat zij ook zegt, van ja, vertrouw je dan nog wel telebanking, hè? Als ik elke dag in het hele dag... Gewoon gelukkig staat er dan wel. Als je een zakelijke rekening hebt, die maakt met één of twee handen, maak je gewoon belachelijke bedragen nog. Nou ja, wij hebben in Nederland, daar hebben we natuurlijk nog wel een waarborg in het systeem. Als je kijkt naar Amerika, is het zo dat zijn de algemene voorwaarden zo dat als jouw bankrekening wordt leeggeroofd, ook al ben je zelf niet nalatig geweest, dan wordt er gezegd van nou, sterkte ermee, hè? Nee. En wij hebben natuurlijk hier, wat zeg je? Sorry dat ik even onderbreek. Nee. Heb ik afgelopen week of twee terug. Een artikel over dat banken dat in Nederland ook willen. Nee, dat is, je bedoelt dat stuk van security.nl. Dat was bij een bijeenkomst van G-Data. Wat ze hebben gezegd is dat banken eraan denken om een soort eigen risico in te voeren. Bij aantoonbare nalatigheid. Maar kun je als hacker kun je dat aantonen, als leek niet? Nee, maar je kunt al heel simpel mensen gaan bevragen van wat voor computer gebruikt u? Gebruikt u antivirus software? Je kunt als bank... bijvoorbeeld op het moment dat iemand op je site komt en die gebruikt IE4 of 5. Waarom verbied je dat niet gewoon? Ja. Ja, maar wie van de mensen hier gebruikt nou thuis op zijn eigen computer bijvoorbeeld een apart account speciaal voor bankzaken? Misschien heb je een systeem geïntroduceerd dat kon ik niet halen. Nou, Je kunt als bank... Ik heb alleen tokens waar ik neem. Nee, maar die tokens werken wel. Maar je moet je voorstellen dat op het moment dat zo'n computer kwetsbaar is voor allerlei lekken, je software kunt hebben die daarboven functioneert, die dus wel kwaadaardige dingen doet. Net zoals met je mobiele telefoon. Maar, en het enige wat die vent van de Nederlandse Vereniging van Banken zei, is van ja, luister eens, als mensen dus nu structureel gewoon niets doen, Moet dan het algemeen belang, dus je moet iedereen dan dus opeens dat geld maar gaan ophoesten. En ik denk dat die stok achter de deur, en dat hebben we ook bij pinnen gezien, daar had je ook een eigen risico bij misbruik. Dat werkt wel. Maar
Het is nu ook gewoon zo. Ik heb een kennis en die werkt met Windows 98. En ik heb hem twee keer geholpen met als hij virus had, met herinstalleren. Eigenlijk moet ik zelf ook zeggen van, nou nee, sorry, want over een week sta ik hier weer. Zijn er nog virussen voor Windows 98? Virussen. Ja, de virussen zijn end of life. Dat zou mooi zijn. Dat is wel praktisch zo. Als je nu een Windows 98 machine aan het internet hangt, duurt het een stuk langer voordat die geïnfecteerd is met troep dan een ongepatchte XP machine. Ja. Dat is waar. Maar we zouden dus iets kunnen hebben als... Fijne avond. Een verantwoordingsplicht vooraf. Bijvoorbeeld van bewijs maar dat je zoiets als het EPD veilig kunt regelen en anders moet je het helemaal niet doen. Nou, dat vind ik een hele goeie, want er wordt nu gezegd goed beheerd zorgsysteem. Goed beheerd zorgsysteem is een uitgeklede set eisen. En zo goed beheerd is het helemaal niet. Ga naar de gemiddelde huisartsenpraktijk. Die is inderdaad niet goed in staat om dat op dit moment goed te regelen. Het zou heel logisch zijn dat je daar gewoon zegt van, nou, u voldoet, en dat heet dan in de zorg de 75-10-norm, uit mijn hoofd zo. In ieder geval de NEN-norm die daarvoor geldt. Die pak je gewoon en daar ben je op gecertificeerd. Dat zou logisch zijn. Maar ja, dat kost wel geld. En we zijn nu niet gewoon om geld te betalen voor het beheren van persoonsgegevens. Waarom is dat dan zo misgegaan? Ja, want anders weigerden we om een net iets duurdere MyFair-chip te gebruiken. Nou, ze weigerden wel meer, maar inderdaad, dat was wel een... Ja, nee, dat was een bewuste, foute keuze. Maar weet je wat ik eigenlijk nog steeds niet zo goed snap? Als een hacker het kan hacken, dan kan een hacker dat toch altijd? Want dan weet je toch... Je gaat het beveiligen... Dat is ook iemand die dat doet, als ze dat willen. Zelfde inbreken in je huis. Ja, weet je wel, natuurlijk. Dat kan niet altijd. Dat moeten we wel zo moeilijk maken. Elk huis kom je binnen. Maar het is meer de vraag, kom je dat huis binnen hè, zonder schade of zonder dat de buurt het opmerkt? Of, dat is precies het punt. Bij inbraak geldt de normering voor bij inbreken tussen de 45 seconden en 60 seconden maximaal. Als het meer tijd kost, dan wordt het risico te groot. Dus wat je wil hebben is een beveiligingsniveau wat net voldoende is om inderdaad dat te garanderen. Nou, de lekken waar ik het over heb gehad, die komen daar niet, die kijken er nog niet eens naar. Zo ver weg zijn die daarvan. En natuurlijk, zeg maar, tegen zeer gerichte aanvallen zul je dan altijd zwak blijven. Maar dat is dan dermate veel werk dat op dat moment de vraag is of het nog lonend is. Zie je het als, stel dat je op het niveau van DigiD als gemiddelde organisatie beveiligd zou zijn, zou je prima beveiligd zijn. Punt bij DigiD is alleen dat de toepassing zoveel belangrijker is, omdat het om geld gaat, dat het dan interessant wordt om daar dus dingen op te gaan verzinnen en daar dus dingen mee te gaan doen. DigiD op zichzelf is niet een zeer onveilig systeem. Alleen het is niet geschikt voor het doel waarvoor we het nu inzetten. En dat is meer het probleem. Wat toen het AD ook deed van ja, DigiD volledig gekraakt, dat was ook gewoon niet waar. Alleen die nettere kop was geweest, DigiD volledig ongeschikt voor huidige functie. Was volgens mij ook een kop geweest waar je, denk ik, mensen toch wel wat nerveus mee krijgt. Maar dat was veel feitelijker geweest. Misschien nog leuk om met één anekdote te eindigen. Er was op een gegeven moment nog een lek bij de Telegraaf. Die hadden namelijk een lijst van bezorgers. En sinds 1999, daar stonden er meer dan 100.000 op, die database... was behoorlijk onbeveiligd. Dus ik benaderde ze gooien dat dicht, of ze gooien die machine uit en, nou, enzovoort enzovoort. Dus het leek allemaal goed geregeld te zijn. En toen was het eigenlijk gewoon te leuk voor webwereld. De Telegraaf altijd met hun chocoladeletterkoppen. We hebben dus een heel net artikel geschreven en toen heb ik als kop gemaakt: brakke beveiliging Telegraaf ontketend lekdrama. Waarop de Telegraaf daarna mij opbelde en zegt: weet je dat die kop van jullie zeer tendentieus is? Is leuk. Ja, goed hè? Ja, heerlijk. Ja.
ja, ik weet niet of er nog verdere vragen, opmerkingen of dingen zijn. Is het in andere landen beter geregeld? Ja, dat is een goede. Wisselt heel erg per land. In heel veel landen niet. Maar in een aantal landen zijn ze of meer bewust op het gebied van privacy, of hebben ze wetgeving waardoor lekker moeten worden gemeld. Je ziet nu dat in Amerika de laatste jaren dat niveau toch wel een stuk omhoog is gegaan. En heel veel organisaties echt serieuze beveiligingsprogramma's zijn gestart. Dus in een aantal staten geldt die wetgeving van dat moeten melden. Maar het mooie van Amerika is dat als je een bedrijf hebt in Iowa en daar geldt de wet niet, dat maakt niet uit, omdat je altijd Californiërs als klant hebt en die, daar geldt de wet wel. Dus je ziet dat een staat als Californië dus door heel Amerika heen dat beveiligingsniveau nu een stuk heeft opgekrikt. Dus het kan wel. Realiteit is dat in de meeste landen het net zo dramatisch of dramatischer is als in Nederland. Alleen vind ik dat voor mijn werk geen enkele reden om daar minder aandacht voor te hebben of daar liever over te doen. Wij horen gewoon op een heel hoog niveau te staan. Want we gaan het misschien op productiecapaciteit afleggen tegen China en India. Maar op intelligentie is de enige plek waar je nog kunt winnen. Ja, en dan wil je gewoon fatsoenlijke oplossingen kunnen bieden. Misschien nog wel een leuke voor jezelf. Even twee parallelletjes met de luchtvaart. Eén is als zou je deze software ook installeren als het de boordcomputer was van het vliegtuig waar je nog mee moest vliegen. En twee, if you think safety is too expensive, try an accident.